Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. Vandaag zit ik hier met Suzanne van Schijndel. Zij is een minimalistische luxe poes. Zij heeft van minimaliseren haar expertise gemaakt. Zij zegt namelijk, hoe minimalistischer je huis, hoe maximaler je leven. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. En ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek om de simpele reden dat het een thema is bij ons thuis. Ik heb dus echt allemaal vragen omdat het echt bij ons speelt. We zijn net ouder geworden, dus hoe de F doe je dat dan? Maar voordat we verder gaan, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis, die blijven ook gratis. Maar je kunt supporten door naar jannekevandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop doneren. Heb je al gedoneerd? Echt ontzettend gaaf. Heel erg leuk. Dank je wel daarvoor. En dan kunnen we gaan beginnen. Welkom Suzanne. Ja, bedankt voor de uitnodiging dat ik hier op podcast mag komen. Ja, ik zag je spreken op de gezondheidsbeurs waar ik ook sprak. En toen dacht ik, ja, deze meid die is volgens mij hartstikke intelligent. Die heeft hier langer over nagedacht. En omdat het bij mij een thema is, dacht ik, ja, mm-hmm. Ik wil jou heel graag in de show hebben. Want wat heb jij voor opleiding gedaan? Pas jij een beetje in dit systeem? Ik heb zo'n voorvermoeden. Nee, ken je helemaal niet. Vertel eens, wie ben je? Hoe ben je hier opgekomen? Waarom ben je gaan minimaliseren? Nou ja, dat zijn eigenlijk twee hele andere verhalen. Mijn opleidingen zijn heel divers. Ik heb administratie gedaan, opleiding ook een aantal jaar op kantoor gewerkt. Als persoonlijk assistent, zeg maar, managementassistent. Ik heb reisbranche ben ik ingewezen. Ik heb op reisbureau gewerkt. Ik heb 3 jaar in het buitenland gewerkt als reisleiding. Ik heb heel verschillende baantjes gehad. En ik heb daarna ook een bedrijf gehad, 6 jaar lang, in BHV-trainingen, reanimatietrainingen. Dat is weer compleet iets anders. En uiteindelijk liep ik zelf enorm klem in mijn eigen spullen. En dat ben ik helemaal gaan resetten, zeg maar. Het heeft me wel 8 jaar lang geduurd, een hele struggle. En op een gegeven moment vroegen heel veel mensen, hoe heb je dat nou gedaan? En naar een tiny house en ook op wereldreis geweest met alleen handbagage. En toen zeiden ze, je had toch al zoveel spullen, hoe dan? En die tips ben ik gaan delen, want ik heb mijn eigen methodes gecreëerd. Omdat ik in de normale tips vastliep. Onder andere ook van Marie Kondo. Ik vond het geweldig om te lezen, maar het lukte mij niet. En die tips ben ik gaan delen. En dan kregen we allemaal exact dezelfde resultaten in een hele korte tijd. En toen kreeg ik zoveel aanvragen dat ik dacht, ik ga hier mijn bedrijf van maken. Want ik wil iedereen hun leven teruggeven eigenlijk. En zo min mogelijk tijd met een huis bezig laten zijn. Maar wel genoeg tijd om een leven te leven. Want je weet niet hoe lang je hebt. Nee, want jij bent, we hebben kort gesproken. Jij bent al heel jong je moeder verloren. Ja, 4 jaar geleden nu mijn moeder. Ja. En wat was het inzicht wat zij jou meegaf? Onder andere? Eigenlijk begon het al net voordat we op wereldreis zouden gaan. We hadden in een NLP-opleiding die ik heb gedaan, kwam eigenlijk naar voren, wat is je droom? Wat wil je graag doen? En toen wilde ik heel graag weer gaan reizen. Ik had al eerder een keer 3 maanden alleen een rondreis gemaakt. En ik wilde gewoon weer meer reizen. Maar we hadden kleine kinderen. Dus ik zei tegen mijn man toen ik thuis kwam s'avonds, van ik wil weer gaan reizen. Het liefste 3 maanden. Hij zei, ja, dat kan niet met mijn werk hoor. Dat wordt 1 maand. Ik zei, nou, zullen we schipperen? 2 maanden dan. Ja, dat is goed. En op een gegeven moment kwam hij op een dag thuis van zijn werk. En hij deed interim werk. En toen zei hij, eigenlijk vind ik het niet meer zo leuk. Ik stop ermee. Ik zei, ik vind het helemaal prima. Moet je doen. Je moet je hart volgen. En we zien het wel. Maar hij had ook een eigen bedrijf nog daarnaast. En ik zei, hoe ga je dat dan doen? Ja, dat doe ik op afstand. Ik zei, maar waarom gaan we dat niet op afstand in het buitenland doen? Ja, dat is goed. Misschien gaan we dan wel 2,5 maand. Dat was het idee. Totdat we in dezelfde week, hoe cru kan het zijn, hoorden dat zijn tante een hersenbloeding had gehad. 3 maanden na haar pensioen. Dus die zat er zeg maar als een kastplantje bij. En op dezelfde dag hoorden we ook nog, want wij dachten, oké, dat is dan ouder iemand, hè? Wij zijn nog jong, hè? Dus dat refereer je niet zo snel aan jezelf. Maar dezelfde dag was een vriendin van kennissen van ons, die kreeg te horen dat ze acute leukemie had. En die was 16. En toen zeiden we, wat zijn we toch aan het doen met het uitstellen van onze dromen? We gaan het nu doen. Dus we hebben ons huurhuis opgezegd, spullen opgeslagen, heel veel wel, want ik had nog heel veel spullen ook. En toen hebben we een enkele reisticket geboekt en we zeiden, we gaan wel, we zien het wel. Zoveel spaargeld hebben we, we gaan 5 tot 7 maanden weg. En als we daar zijn, dan zien we wel waar we heen gaan. En dat was de eerste trigger al. En uiteindelijk toen we terugkwamen, ik denk 1,5 jaar daarna, toen in december kwam mijn moeder met mijn vader bij ons thuis. Van ja, ik hoest heel veel en ik moest naar de dokter voor een longfoto te laten maken of ik geen longontsteking had. En dan vonden ze kanker, stadium 4 longkanker. En ik heb nog maar 1 jaar. Dus dacht ik, wow, oké, nu komt het wel heel erg dichterbij. We hadden net een nieuw huis gekocht om op te knappen en 5 jaar hypotheek vrij te krijgen, zodat we daarna weer konden reizen. Zeiden we 5 jaar, wat zijn we aan het doen? Mijn moeder krijgt 1 jaar. Uiteindelijk was het 3, 4 maanden geworden helaas.
We zijn, nu is de tijd. En toen hebben we besloten om een tiny house te laten bouwen. Want dan zijn we direct hypotheekvrij. En dan hebben we gewoon de vrijheid. Dan moeten we niet meer zo. Dus dat systeem, zeg maar. Hè? Je blijft in de ratrace rennen. Omdat je alles maar moet betalen. Je vaste lasten. Die vaste lasten moesten omlaag. Dus ja. Vandaar het tiny house. En het extreme minimaliseren. Waarin ik al wel begonnen was. Maar nog niet zo extreem. Ja, ja, want je kunt de ratrace. Stel ze, als je hem wint. Ben je nog steeds een rat, zeg ik altijd maar. Dus inderdaad, zoveel mogelijk uit die ratrace blijven. Maar waarom ben je gaan reizen met alleen handbagage? Ja, dat zit ook een verhaal achter. Een vriendin van mij ging dat jaar daarvoor op vakantie met haar man en haar baby op cruise. En op de heenreis was haar koffer kwijt. Dus op het moment dat ze er aankwam, kwam ze erachter dat de koffer kwijt was. En er zat heel veel ook voor de baby in. En, maar ja, ze moest aan boord, want die cruise ging weg. Dus elke keer werd die koffer nagestuurd. En ze heeft uiteindelijk de hele vakantie geen koffer gehad. Ze mocht wel van de reisverzekering natuurlijk nieuwe spullen kopen. Maar het geeft zoveel stress, zoveel gedoe. En vooral als je met een baby gaat. En wij zouden onze eerste bestemming in Sri Lanka zijn. En ik wist, zonnebrand, bepaalde medicijnen waren niet wat ik echt wilde voor mijn kinderen. Dus ik dacht, het gaat mij never nooit niet gebeuren dat mijn koffers kwijtraken. Ik wil met handbagage gaan reizen. En toen had ik bij iemand gezien die ook met handbagage reist, maar die was alleen. Die deed dat. En toen dacht ik, ja, en hoe dan met twee kinderen? Dus toen heb ik het aan mijn man voorgesteld. Van, zullen we dat gaan doen? Want dit en dit is verhaal. Toen zei hij, dat vind ik niet zo'n goed idee. Hij trok helemaal wit weg. Hij dacht, oh, dat gaan we niet doen hoor. En toen zei ik, ja, maar ik zie daar heel veel meer voordelen van. Wat is het ergste wat er kan gebeuren als het niet bevalt? Zie het als een experiment. Dan kunnen we daar altijd een koffer kopen, spullen kopen. Ze hebben overal ter wereld schoenen, ze hebben overal ter wereld kleding. Dan checken we daarna een koffer in, want dat mocht gewoon op onze ticket. Toen zei hij, nou, ik wil het wel proberen. Nou, op het moment dat we naar de luchthaven gingen, was het al echt een groot succes. Want we hadden gewoon normaal ruimte in de auto. En toen we uit het vliegtuig kwamen, zagen we al die mensen bij die bagageband staan. En wij konden gewoon doorlopen met twee kinderen na een vlucht van 11 uur. Was heel relaxed. We konden tuk-tuks pakken, taxis, treinen, alles. Want je liep niet te sleuren met al die overtollige ballast. En ik had twee kleine kinderen mee die 2 en 3,5 waren. Ze zaten ook nog in de draagzak. Ja, hoe dan als je met z'n tweeën bent? Je kan niet heel veel meenemen. En dat is heel goed bevallen. En sindsdien reis ik niet meer anders. Wat gaaf, wat gaaf. Want als ik jou zo goed hoor, dan lijkt het wel alsof jij ongelukkig wordt van spullen. Terwijl ik, nou ja, je bent wel die minimalistische luxe poes, dus ga dat zo uitleggen. Maar als ik naar mijn leven kijk, dan heb ik de overtuiging dat mijn spullen, dat ik die ook echt allemaal gebruik. Mm-hmm. Maar ik ben er iedere dag mee bezig. Denk aan mijn boeken, denk aan al mijn fietsen, mijn boten. Mm-hmm. Weet je wel, een normaal mens die denkt, jezus, waar ben ik beland? Ook al dat fruit en al die keukenapparatuur. En ik denk alleen maar, dat maakt mijn leven zo ongelooflijk makkelijk. Weet je, in een vingerclip heb ik een groene smoothie op tafel getoverd, wat me heel veel energie en gezondheid geeft. Ja, weet je, wat kan mij het schelen dat mijn hele aardigblad, wat niet zo is, maar dat ik wel 4 keukenapparaten heb. Ja. En ook mijn fietsen, weet je. Ik moet een strandfiets, ik moet een mountainbike, ik moet een hardtail, ik moet een racefiets. Omdat ik dat ook allemaal gebruik. Niet altijd allemaal tegelijk. Dus ik heb de overtuiging dat die spullen mij echt heel veel levensvreugde geven. Ja, maar dan is het goed, hè. Want jij kiest ook voor bepaalde tijdwinst, hè. En je kiest ook voor alle dingen die jou echt wat iets toevoegen in jouw leven. En dan is het oké, dan maakt het niet uit. Want ik ben namelijk niet iemand die zegt, je mag maar 1 fiets, je mag maar 1 keukenapparaat. Nee, hou op zeg, tuurlijk niet. Maar als je het ook allemaal gebruikt en jij bent een van de uitzonderingen die ze ook echt allemaal gebruiken. En dan is het helemaal goed. Maar heel veel mensen gebruiken het niet. En het zijn ook emotionele triggers. Want als iemand in de schuur komt en er staan 3 fietsen waarvan je denkt, oh ja, ik zou gaan mountainbiken, heb ik al 3 weken niet gedaan. Dan wordt het een soort van to-do list wat iemand naar beneden haalt. Dus niet jouw vreugde naar boven haalt. Kijk, jij ziet ze, je denkt, wow, ja, fijn, dan gaan we weer verder. Dan is het oké. Maar heel veel mensen hebben gewoon, denk ik wel, nou, durf wel te zeggen, 60% van spullen in huis staan die ze gewoon niet gebruiken, maar die hun wel belemmeren in hun dagelijks leven, in hun overprikkeling, maar ook in hun tijd, in hun geld, in hun overzicht. En uiteindelijk is dat wel de optelsom van hoe je je leven leeft. En dat belemmert. Daarin. Ja, oké. Dus als ik jou mag geloven, dan heeft een gemiddeld gezin in Nederland 60% meer spullen dan dat ze gebruikt. Ja, zeker. Met als resultaat dat iedere keer als je die ongebruikte spullen ziet, dat je denkt, oh ja, fuck, dat heb ik ook nog. Of ja dat ligt eigenlijk in de weg. Gaat dat bewust of onbewust? Een deel onbewust, maar op een gegeven moment zie je heus wel dat je schuur helemaal vol slipt. En als je dan probeert je normale fiets ertussen te proppen en dat lukt niet,
word ik niet heel erg vrolijk van. Kan ik je helaas uit ervaring vertellen. Ja, want... Oké, dus jij zegt we hebben te veel spullen. Ja. En waarom flikkeren we dat niet gewoon allemaal even lekker weg? Ja, omdat er overal haakjes aan zitten. Emotionele triggers, schuldgevoel. Je wil het niet aankijken, want het is een soort van therapiesessie, kan je het bijna wel zeggen. Want je komt door alles heen wat je allemaal in je verleden is geweest. Of welke keuzes je hebt gemaakt, waar je misschien helemaal niet meer achter staat. Maar op het moment dat je het ziet, word je teruggehaald in dat moment vaak. En dat triggert een emotie in het nu. Waardoor je vaak denkt dat je... Dat je soms nu nog in het toen leefde, zeg maar, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Terwijl het niet is. Je bent helemaal veranderd, je bent een ander persoon. Maar zo'n herinnering kan je wel terughalen in dat moment. En dat is moeilijk. En niet iedereen wil dat aankijken. Wauw, dus Eckhart Tolle, ken je hem? Ja, ja. Hij zegt, je hebt allemaal vormen, gedachten vormen. Mm-hmm. Maar spullen zijn natuurlijk ook vormen. Dus je hebt vormen op allemaal verschillende niveaus. En hij zegt, vormen zijn eigenlijk illusies. Maar die vormen, die alle vormen trekken je of naar het verleden, waar je dan vaak spijt van hebt. Mm-hmm. Of naar de toekomst, waar je dan vaak angst voor hebt. En, ja, precies. Wow. Precies. Dat is ja, het. Hij klikt bij mij even. Ja, nou, dat is dus de reden. Want heel vaak hoor ik mensen zeggen, ja, maar ik kan dit niet loslaten. Dan zeg ik, draag je het dan op? Bijvoorbeeld een jas. En dan zeggen ze, nee, ik draag het niet. Oké, waarom verkoop je het dan niet? Ja, dan krijg ik er niet zoveel volgens wat ik ervoor heb betaald. Dus dan zit het probleem vaak in het geldstuk. Terwijl als ik dan bijvoorbeeld een hele overtrokken vraag stel. Stel dat een hele goede vriendin van jou geen geld heeft. Of net is gescheiden. En heel moeilijk zit of wat dan ook. En ze heeft geen geld voor een winterjas. Zou je haar dan die jas geven? Ja, natuurlijk. Zou ik meteen doen, zeggen de meeste mensen. Dan zeg ik, oké, dan zit het dus niet in het geldstuk. Dan zit het in je wil dat het een goed thuis krijgt. Want je wil de waarde die jij eraan hecht, dat wil je delen met iemand anders. En als je het zomaar in een zak kiepert of je brengt naar de kringloop, ja, dan denk je, ja, dan voel ik niet, dan weet ik niet wie de eindgebruiker is. Dus dan heeft het voor mij te veel lading om het nu los te kunnen laten. Dus er zitten heel veel, zeg maar, soort een ui met allemaal lagen die je af moet pellen. Die zitten erachter. En als je dat niet doet, ja, dan weet je, daarom die vraag, dat is het Spark Joy. En ik ben echt fan van Marie Kondo, daar niet van. Maar bij mij was dat niet genoeg. Omdat Wat zeg je? Marie Kondo? Ja, je zei iets met Spark Joy. Spark Joy. Zei ik bijvoorbeeld een vraag, dat is het Spark Joy. Word je er blij van? Oh. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje, dat is het Spark Joy. Nou, weet je, ja, eigenlijk niet meer, maar toch kan je niet loslaten. En daardoor maak je uitgestelde beslissingen. Dan leg je toch maar weer terug op zolder of hang je toch maar weer terug in de kast. Na een half jaar kom je het weer tegen. Na een jaar kom je het weer tegen. En waarom? Omdat je op die oppervlakte blijft hangen. Je stelt jezelf geen goede vragen. Je gaat niet in die mindset zitten, zeg maar. Waardoor je het ook daadwerkelijk los kan laten. Maar dan komt er wel elk jaar komen er spullen bij. Want ik ben ook niet het type die zegt, je mag nooit meer wat kopen. En net als met monniken, drie gewaden heb je genoeg. Nee, helemaal niet. Maar het moet niet tegen je gaan werken. En dat doet het bij de meeste mensen wel. Ja. Want dat hebben we misschien een klein tikkeltje overgeslagen. Maar hoe begon dat dan met jou? Want, ja. Vertel eens over, want ik neem aan dat jouw huis dus ook een puinzooi was. Ja, dat was het zeker. En dat je heel veel spullen had. Ja, klopt inderdaad. Nou, het begon eigenlijk al bij ons thuis. Bij ons thuis waren er altijd veel spullen. Altijd. Dus eigenlijk een van mijn standaardzinnen. Daar bedoel ik mee, jouw ouders. Bij mijn ouders huis. Ja, bij mijn ouders thuis. Ja. Vaak als er mensen langskwamen of vriendinnetjes, dan zei ik, let niet op de rommel. En dan was mijn kamer ook een rommel, hè. Dus het was niet het huis, het was ook mijn kamer. Voor een verjaardag was het altijd super netjes opgeruimd. Mijn moeder kon dat heel goed. Alleen daartussenin, we hadden ook een eigen winkel. Dus er was altijd druk. En dat had ook geen prioriteit. Dus uiteindelijk met verjaardagen wel. En het kon echt wel netjes zijn. Alleen het bleef niet netjes. Ik heb dus ook nooit geleerd hoe dat moest. En wat dan ook. En ik was ook echt een rommelkont. Ik dacht, het zal wel. Ik reed toen heel fanatiek paard en wedstrijden en zo. En ik dacht, ja, die kamer, het zal wel. Ik slaap hoor, ik trek de deur dicht. Ik heb een pad van mijn deur naar mijn bed. En dat is het dan. Ja, toen ging ik op mezelf wonen. Ik ook altijd zeg, ja, slapen doe je met je ogen dicht. Ja. Dus ja, dan zie ik het niet. Dus wat kan mij het schelen? Is onze slaapkamer compleet prikkelvrij. Mm-hmm. Dus er staat één helemaal steriele kast. En alle muren zijn wit. En er is helemaal niks. Mm-hmm. Dus heb ik wel even opgeschreven dat puntje prikkelen. Overprikkeling is heel belangrijk. Ja. Maar goed, jij had dus een pad naar je bed. Jij sliep ook met je ogen dicht. Je denkt, ik zie het niet. Het zal wel. Ja, en toen ging ik op mezelf wonen. En toen ging ik samen wonen. En ja, het kan toch altijd wel weer terug in die te veel aan spullen en rommel en geen zin en tijd ervoor maken.
En op zich kon ik die ballen best wel redelijk hoog houden. Maar er waren ook wel dagen dat ik de gordijnen dicht hield. Waarvan ik dacht, als mensen langslopen, die mogen hier niet naar binnen kijken. Dus dat. Nou, dan weet je een beetje de ernst ervan. Wow, maar je schaamde je. Ja, ik schaamde me er echt voor. Ja, alvast vriendinnen belden. Vind je het leuk als ik langskom over een uurtje? Want ik ben in de buurt. Dan zei ik, hartstikke leuk, maar ik heb al afspraken. Had ik niet. Maar ik durfde ze gewoon niet binnen te laten. Wow. Of ik zei, dat kan over 2 dagen. Dan heb ik tijd. Of ik zei, zullen we in de stad afspreken? Ik weet een leuk koffietentje. Niet thuis. Of zei ik van, zou ik naar jou toe komen? Maar wat zit daar dan onder? Want ja, kijk, schaamte. Gewoon van, waarom kan iedereen dit wel? Behalve ik. Oh, dat was echt een overtuiging. Ja. Ik dacht, ik kan het niet. Ik ben een sloddervos. Maar bij mijn oma was het ook heel vol met heel veel spullen en verzameling dingen en zo. Niet rommelig, maar heel vol. Bij mijn tante is hetzelfde. Dus ik dacht, ja, het zal wel in de familielijn zitten. Oh, ja, weet ik veel. Gewoon genetisch belast. Ja, dat dacht ik. Sommige mensen worden heel opgeruimd geboren, zeg maar. Hè. Dat zal hun speelgoed helemaal organiseren. Ze zijn opgeruimd gemaakt. Zo ben ik dat dus niet. Nee, ik dacht, ja, ik ben gewoon een rommelkont. Dat is gewoon zo. Oké, dus je had het je ook je identiteit ervan gemaakt. Ja. Ik dacht, ja, het is wat het is. Zo ben ik. Dat hoort bij mij. Oké, en toen? Want het Dan komt er een moment van vastlopen. Kijk, dat je een paar keer gewoon de gordijnen dicht had, prima. En dan ruim je het weer op. En of dan heb je een keer verjaardag. Nou, dan was ik dan 3 dagen mee bezig om mijn woonkamer een beetje toonbaar te krijgen voor de visite. Dus mensen hadden het ook niet echt door, omdat ik ze niet binnenliet op de momenten dat het zo erg was. En toen kreeg ik kinderen. En toen liep ik compleet vast door het energieverlies wat ik had. Ik was heel moe altijd. Ik had weinig... weinig tijd. Je bent natuurlijk druk met de kinderen. Ik wil ook veel voor de kinderen zijn. En toen dacht ik, ik ben zwaar overprikkeld. Hoe dan? Nou, toen ben ik uiteindelijk therapie gaan volgen. En daar kwam eigenlijk uit dat ik ADD heb. Nou, ik hou niet van die labels, heb ik ook al tegen jou gezegd. Maar dan weet je een beetje... Ik weet niet wat ADD is. De chaotische, zeg maar ADHD, maar dan vooral intern. Dus je hoofd staat nooit stil. Je bent altijd aan nadenken. Bent heel snel afgeleid. Waardoor ook, als je in de keuken bezig bent... Je loopt even naar de badkamer. In de badkamer denk je, oh, de was moet ik ook nog even doen. En dan denk je, oh, dan leg ik wel even in de slaapkamer. De slaapkamer denk je, oh, dat kan ik ook wel even opruimen. En uiteindelijk is overal nog steeds chaos en niks is af. Nou ja, zoiets. En dat kon ik best goed handelen. Sorry. Totdat ik kinderen kreeg. Want dan heb je geen tijd meer om dit soort dingen recht te trekken. En tegelijkertijd kwam ik er eigenlijk ook achter dat ik meer dan normaal overprikkeld werd. Dus hoogsensitief ben. En dan vooral het HSS-gedeelte, want hoogsensitiviteit kon ik me niet zo heel erg in vinden, omdat ik niet heel erg introvert ben. Maar ik wist niet dat er ook een HSS-variant was, die heel erg extrovert is, maar de balans zoekt tussen prikkels en rust. En daar kwam ik eigenlijk achter omdat ik voor mijn zoontje aan het kijken was, omdat mijn zoontje soms best wel explosief kon zijn. Dus dat viel allemaal samen. En toen dacht ik, hé, maar nou snap ik het, waarom ik altijd zo... en helemaal leeggetrokken werd, heel erg overprikkeld was door te veel spullen omheen. Vanaf kleins af aan eigenlijk al. Wat maakt in dat je of humeurig wordt, of heel moe bent, of wat dan ook. En dat kwam voor een heel groot deel ook door de spullen. Ik had nergens een plek om tot rust te komen. Ja, neem even een slokje thee. Ja, goeie. Kan je even je keel schrapen, neem ik ook even een slokje. Dus dat was eigenlijk iets wat er gebeurde. En ik was er zo klaar mee. Ik was er echt klaar mee, want ik dacht... Nu ben ik geïrriteerd door al het speelgoed wat er ligt. Ik ben er heel veel tijd aan kwijt die ik niet eraan kwijt wil zijn. Want als de kinderen op bed liggen, wil ik een boek lezen. Of ik wil gewoon rust hebben. Of op mijn vrije dag. Ik wil niet met dat huis bezig zijn. Maar zoals het er nu bij staat, word ik er ook niet echt vrolijk van. Dus toen ben ik heel erg in minimaliseren gedoken. Heb ik al een groot deel toen gedaan. Maar nog niet genoeg. Ik kan me er een voorstelling bij maken. Maar wat is minimaliseren? Nou, eerst was ik altijd vooral aan het opruimen bezig. Dus echt het zoeken naar opruimtips, lifehacks, hoe ik mijn huis netjes kon krijgen en houden. Maar eigenlijk is opruimen, als je echt naar de kern gaat, alleen maar je spullen van A naar B verplaatsen in je huis. En als je steeds meer spullen krijgt, ben je steeds meer spullen van A naar B aan het verplaatsen. En als je dan te volle kasten krijgt, dan kun je niet snel ergens neerleggen. Dus dan denk je, oh, die kast, die is leeg, ik leg het daar wel neer, ik doe het straks wel. Want het kost te veel moeite om echt een plek te maken ook. Dus toen dacht ik, ja, dit moet helemaal anders. En toen ben ik echt gaan denken van, ja, maar waar gaat het nou om, de spullen? Er moet meer uit. Waar ben jij begonnen met dat minimaliseren, met opruimen? Dat was dus echt gewoon even googlen op internet. Ik las daar heel veel over, ook over mindset, hoe je brein werkt, hoe overprikkeling werkt, hoe...
ja, ook opruimen werkt. Maar ja, opruimen kwam ik niet verder mee. Dus ik had daar zoveel in getest en geprobeerd. En elke keer was hetzelfde gedoe weer. Dus ik dacht, dit kan niet. Het moet anders. Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat die bottleneck is. Want die boeken die worden... Nou ja, of is dat gewoon hetzelfde met afvalboeken? Er worden gewoon heel veel boeken verkocht die voor 2 weken helpen, maar niet echt de kern van het probleem aanpakken. Dat. En toen kwam denk ik is net... Is dat ook in de opruimwereld zo? Ja, zeker wel. Ja, zeker. Want ik heb heel veel van die dingen gelezen en hoe doe je dat dan? En de schoonmaken, de opruimen. En toen kwam denk ik net die minimaliseerbeweging heel erg op met Marie Kondo onder andere. De minimalist in Amerika... Er werd steeds meer over verteld. Jelle Hermes heet hij volgens mij. Was daar ook toen heel erg mee bezig. Ik vond dat een hele interessante. Maar hij was alleen. En daarna was hij later met zijn vriend. En ik dacht, ja, super interessant. Maar ik had 2 kinderen. Hoe dan? Ik kon niks daarover vinden. Want ja, dat is leuk als je een bepaalde systeem creëert. Maar als je kinderen hebt die net als, weet je wat jij straks ook zei met die manden. Je hebt het hartstikke mooi georganiseerd. Binnen 5 minuten hebben ze alles op zijn kop gegooid. Hoe dan? Het kost je nog heel veel tijd. En toen ben ik echt daarin gaan zitten. En dat heeft mij een heel groot deel geholpen, maar niet helemaal. Daar liep ik ook weer op vast. En hoe heb je dat opgelost? Want je stap je vooruit, stap je achteruit, stap je vooruit. En wat is nou waar al die boeken, waar ik bijvoorbeeld, ik ga even een voorbeeld noemen. Mm-hmm. Alle dieetboeken, die gaan eigenlijk alleen maar in op het fysieke aspect van eten. Ja. Dus ze gaan ervan uit dat als jij te zwaar bent, mm-hmm. dan dat jij dan dus te veel eet en te weinig beweegt. Dus wat moet je doen? Je moet minder eten, je moet gezonder eten, je moet meer bewegen. Ja. Wat ze allemaal overslaan, is dat we niet alleen om fysieke redenen eten, maar dat we ook mentale en emotionele redenen hebben. Dus we hebben mm-hmm. eten, net als roken, hebben we aan ontzettend veel dingen gekoppeld. Ja. Hè, dus we eten omdat we ons vervelen, we eten omdat we het koud hebben, we eten omdat het... een verjaardag is en we eten nou eenmaal altijd taart met een verjaardag. Mm-hmm. Dus we hebben heel veel emotionele en mentale redenen verzonnen, waardoor we ook gaan eten. Ja, exact. En als je dat overslaat, en dan je gaat de hele tijd een ander dieet proberen, maar je gaat niet echt onder de loep nemen, hè, in jouw geval, waarom heb ik al die spullen precies. En waarom doe ik wat ik doe? Ja. En als je, hè, in de dieetwereld is dat zo van, oké, waarom eet ik eigenlijk en waarom doe ik wat ik doe? Als je dat overslaat, gaat geen enkel dieet werken. Nee, dat is eigenlijk hetzelfde. Ik noem dat heel vaak, ik hou wel van moestuinieren, zeg maar. Alsof je onkruid gewoon afknipt boven de tegels. Ja, dat is leuk voor het even. Maar als je die wortel er niet uittrekt, dan gebeurt er niet zoveel. Dan blijf je aan de gang. En dat was ook eigenlijk in mijn leven zo. Dat ik dacht, ik blijf hiermee aan de gang. Ik wil mijn tijd hier niet aan spenderen. Maar als ik geen tijd eraan spendeer, dan wordt het één grote chaos. Daar word ik ook niet heel erg vrolijk van. Maar wat ik dus ook merkte, is dat heel veel spullen over het hoofd worden gezien. Dus spullen, eigenlijk aspecten van overprikkeling. Maar als je heel erg veel overprikkeling ervaart, dan sla je vast en dan weet je niet meer waar je moet beginnen. Maar ook chaotisch brein, zoals wat ik dus heb. Ik noem het tegenwoordig creatief brein, want ik zie alleen maar de talenten er nu nog van. Maar toen werkte het tegen mij. Ja, je hebt uitstelgedrag. Je weet niet waar je moet beginnen. Je raakt afgeleid. Je doet een klein beetje. Nou, dan doe je een week weer niks. En dan is er weer een verjaardag, komt er weer wat bij. 3 weken later pak je het weer op. En zo blijf je eeuwig in dat molentje, zeg maar, rennen. Het lost het niet rigoureus op. En ik las dan vaak, moet je 1 laadje doen per keer? Ja, dat werkt gewoon helemaal niet. En vooral niet als je kleine kinderen hebt. Hoe dan? Weet je, 1 keer 1 laadje doen, hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment zitten er misschien daarna weer 2 weken tussen voordat je weer verder kan. Dan duurt het gewoon, zo'n never ending story heb je dan. Dus ik wil weten, hè, je hebt heel veel boven de tegels zitten knippen. Ja, zeker. Wat was... dat je die wortel eruit ging trekken. Dat was de wereldreis. Want wij gingen sowieso met handbagage. Dus dat was wel echt wel extreem met 2 kinderen voor 5 maanden. Met, hoeveel hadden we bij? Ik denk 2 backpacks van 9 kilo. En 1 derian van die opblaastentjes, zeg maar. Die pup-up tentjes waar ze in kunnen slapen, die waren mee. En 2 draagzakken en dat was het. Dus we gingen zeg maar met zo heel weinig weg. En op de wereldreis kwamen we erachter dat we niks misten. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Ik heb een fractie van mijn huis bij en ik mis niks. Hoe dan? En daar kwam ook meteen... op een gegeven moment waren we wat langer aan het reizen. Mijn man die zei van, stel nou dat we zouden gaan emigreren. Welke spullen zouden we dan laten opsturen? Want als we niet teruggaan, maar we laten iemand dat voor ons doen, wat zouden we dan in laten pakken? En daar waren we zo op een gegeven moment op een avond over aan het sparren. En toen zeiden we, bijna niks. Bijna niks. Wat is echt belangrijk voor ons? En dat was ook fijn, want... we waren toen al 3 maanden onderweg.
die gehechtheid aan de spullen thuis was compleet weg. En dat zou je misschien wel herkennen van vakanties. Ja, wat mis je nou echt van als je op reis bent? Dat zijn vaak de emotionele waardespullen. Dus foto's of echt een armbandje of bepaalde dingen. Natuurlijk wel alle sportspullen natuurlijk bij jou in de keukenapparaten. Maar stel nou dat je daar bent en alles staat er al. Wat mis je dan echt van thuis? En toen dacht ik, hé, maar als ik nu zo weinig mis, dan zijn eigenlijk heel veel spullen ballast geworden, terwijl het niet zo heel veel meer toevoegt aan mijn leven. En tijdens de wereldreis vroeg ik me ook af, waarom heb ik hier zoveel rust? Waarom kom ik hier echt tot rust? Mijn kinderen zijn om me heen, ik ben met mijn man. Tuurlijk, je hoeft niet de afwas te doen en je hoeft niet heel veel te koken. En de was deden we dan wel zelf, maar verder niet. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? En toen ben ik heel veel gaan zoeken in hoe je brein werkt, hoe prikkeling werkt. En toen kwam ik erachter en daar zat eigenlijk de sleutel in. Dus toen ik thuis kwam, ben ik rigoureus gaan minimaliseren. En ik zit even te denken. Maar toen had ik nog niet een blijvend opgeruimd huis, want ik miste nog systemen daarvoor. Dus ook minimaliseren alleen is niet genoeg om rust in je huis te krijgen. Wil je wat meer vertellen over die systemen? En ik heb eventjes, er schoot mij namelijk iets te binnen, dat heb ik opgeschreven. Dus daar komen we straks nog. Mm-hmm. Hoe breng je systeem aan? Wat is systeem? Ik heb bijvoorbeeld, ik merk dat heel veel mensen geen systeem hebben in het boodschappen doen. Mm-hmm. Dus die gaan random maar een beetje naar de winkel en die gaan random dan maar spullen kopen en zo. En ja, het wordt één grote zootje. Terwijl ik heb een hele duidelijke inkoopinfrastructuur, noem ik dat. Met als gevolg dat er gewoon, ik ga één keer per week naar die groothandel. Dan koop ik dozen. Ja, ja. Dus dozen bananen, dozen sinaasappels, dozen avocado's, dozen kratjes met postelijn, allemaal potten met kruiden. Mm-hmm. En ja, dat eten wij in een week op. Mm-hmm. En dan ga ik weer. Met als gevolg dat er altijd een overvloed aan gezond eten in huis is. Mm-hmm. En het geeft heel veel helderheid. Het is niet weer naar de winkel, weer. Ja. Het is gewoon simpel, helder, duidelijk, gestructureerd. Altijd hetzelfde. Daar hoef je niet meer over na te denken. Precies. Ja. Super. Dus is dat ook, moet je zo ook een opruimstructuur zien? Nee. Oké, nou, vertel. Nee, het is eigenlijk het trechteren van, zeg maar. Je gaat het steeds kleiner maken en steeds makkelijker maken. Maar het begint wel bij het minimaliseren. Eerst weten welke spullen je überhaupt over wil houden. En dan de spullen die je overhoudt, daar systemen op creëren. Want wat ik heel veel zie, is dat mensen duizenden bakjes hebben gekocht, omdat ze dan denken dat dat erbij hoort. Heel veel spullen organiseren die ze eigenlijk helemaal niet gebruiken. Dan gaan ze minimaliseren en dan denken ze, oh, ik heb ineens heel veel bakjes over en dit. En hoe kan dat nou? Of ik heb kasten over. Of in ons geval, wij zeiden, ja, waarom moeten we zo'n groot huis hebben? We kopen een klein huis, want we hebben niet zoveel spullen meer. Het wordt nou te kaal. Vind ik ook niet leuk. Compacter kan prima, met lagere maandlasten. Dus ja, daar zit niet echt een systeem. Maar eerst begint het met het minimaliseren. Dus een soort van stappenplan moet je volgen. Zo moet je het eigenlijk zien. Wat is het stappenplan? Eerst minimaliseren per ruimte. Dan een systeem gaan creëren in een ruimte. Dan eventueel gaan fine-tunen, want het kan heel goed zijn. Ja, dus wacht even, nu lul je er weer over. Nee, je moet systeem gaan creëren. Ja, systeem, wat is een systeem creëren? Waar moet ik aan denken? Alles op een vaste plek? Alles. Ja, dat is inderdaad het lastige. En ik praat daar min of meer overheen, omdat het maatwerk is. En elke ruimte, in elke kast, in elke kamer is het weer anders. Dus je kan niet zeggen, dit is het systeem en rol dat voor je hele huis uit. Dat kan niet. Dat is echt afhankelijk van welke ruimte, welke kamer je doet. Maar zeg maar om het systeem te pakken, een vaste plek inderdaad. Wat ik jou ook bij jouw kledingkast liet zien. Hè? Een vaste plek, op een andere manier ruimtebesparend inrichten. Kijken wat werkt voor jou volgens de wet van de minste weerstand. En ook dat kan voor iedereen weer anders zijn. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik vastliep op de normale geëikte tips en dingen. Het sloot niet aan bij mijn leven en sloot niet aan bij mijn gezin. Dus het was leuk algemene dingen, maar ja, het was meer maatwerk. En dat is wat ik nu ook heel veel doe met mijn klanten. Het is heel veel maatwerk wat ik ze aanbied. En overal, minimaliseren is belangrijk. Alleen daar zit heel veel mindset achter. En iedereen heeft weer andere haakjes. En andere dingen die ze moeilijk vinden. Oké, terug naar het stappenplan. Dus ja. Eén, dat begint gewoon 20 vuilniszakken kopen. En alles wegdonderen wat je al langer dan een week eigenlijk niet aan hebt geraakt. Nou ja, dat hoeft niet zozeer. Want als je dingen hebt die je in de winter gebruikt en het is nu zomer, dan moet je niet weggooien. Want dan kom je in de winter natuurlijk erachter dat je het niet meer hebt. Het is weggooien, heel veel. Ook wel een keus maken om het ook weg te doen. Want soms hebben mensen nog halve shampooflessen van een merk
waarvan ze het ooit een keer hebben geprobeerd, maar eigenlijk niet fijn vonden. En vinden het toch zonde om weg te doen. Ja, dat moet je weggooien, want dan kan je niet zoveel meer mee. Maar dingen die nog dicht zijn, kan je bijvoorbeeld wel weggeven of verkopen of naar een kringloop brengen of wat dan ook. Dus zorg dan dat je plekken vindt waar je het weg kan brengen. Of als het dicht is, een voedselbank, kunnen het heel goed gebruiken. Leger des Heils, nou ja, weet je. Er zijn heel veel verschillende soorten waar je het heen kan doen. Ja, oké. Okay. Maar ik zou hier al... Mijn strategie is echt... En mensen vinden dat niet leuk dat ik dat zeg. Mm-hmm. Maar de one-touch policy is gewoon alles wat je niet dient. En wat gewoon, weet je, smerige shampoo en smerig eten. Mm-hmm. Ga daar niet een ander mee lastigvallen. Het is al erg genoeg eigenlijk. Gewoon een vuilniszak, hopplakee, weg ermee. Ook nooit meer. En het is echt een pijnlijk moment. Want er worden heel veel grondstoffen verspild. Er wordt heel veel geld verspild. Het is echt... Maar ik denk dat het voor de korte en de lange termijn toch beter is als je... Dat denk ik ook, ja zeker. Kijk, natuurlijk, shampoo die half leeg is, die moet je niet nog proberen in iemand anders te slijten. Daar hou ik ook niet van, want je bent daar heel lang mee bezig. Eer dat ze het komen ophalen, je hebt daar echt gewoon last van. Maar zijn die bussen nog goed? Ja, waarom zou je het niet in een weggeefhoek brengen waar je toch al langs komt rijden? Dat is 2 seconden meer werk. En wat is niet fijn? De ene vindt het ene merk super fijn en jij misschien niet. Maar ik vind wel... dat het veel meer, bijvoorbeeld die halve flessen allemaal, veel meer impact maakt als je het direct wegdoet. Omdat je dan een hele grote shift in je huis maakt, waardoor je mindset shift ook echt verandert, waardoor je dat soort dingen nooit meer doet. Dus op de lange termijn heb je daar veel meer profijt van, dan dat je als je daar tegenaan blijft hangen, dan duurt het proces en veel langer. Maar heeft uiteindelijk ook niet de impact die je kan maken, want dan blijf je impuls aankopen doen, dan blijf je foutieve keuzes maken, dan blijf je dingen doen die eigenlijk jou niet dienen. Want toen mijn kast helemaal vol hing met kleding en schoenen, en dat ik eigenlijk de deuren dicht moest doen, waarvan ik dacht, ik hoop maar niet dat die openspringt, want alle kippen eruit. Ik stond voor de kast en ik dacht, ik heb niks om aan te trekken. Ik heb een feestje. Ja, eigenlijk niet echt iets leuks. Weet je, ik koop alweer wat nieuws. Terwijl nu heb ik veel minder. En we hebben een voorraadkast zelfs kunnen ombouwen tot gezinskledingkast. En heel anders ingericht. En ik sta nooit meer 's ochtends voor de kast waarvan ik denk, ja, ik heb niks. Ik heb niks om aan te trekken. Dus als ik nu in een winkel ben, ik zie winkels meer als musea. Ik vind het hartstikke mooi om te zien. Ik vind het prachtig, al die spullen. Maar ik hoef het niet helemaal meer te hebben. Of soms koop ik een keer iets nieuws, dan gaat er iets anders weg. Maar het wordt nooit meer zoals het was, omdat ik systemen heb gecreëerd, maar ook 80% mijn mindset heb geshift. Waardoor dat anders en ook zo blijft. Ja, zit vooral in het mindsetstuk. Ik wou net zeggen, want ik hoor echt alleen maar mindset, bewustwording eigenlijk. Heel erg veel bewustwording. Want in je eerste verhaal dacht je ook nog dat die kleding jou als mens moest maken en bla bla bla. En nu denk je, ja weet je, ik heb het precies hetzelfde. Ik trek wat aan mijn reet, om het maar even zo te zeggen. Ja, weet je, wie mij gaat afserveren omdat ik voor de 100ste keer een knotje heb. Of niet de meest moderne kleding. Ja, ben je gewoon hier niet aan het goede adres. Nee, het gaat er ook om hoe jij je erin voelt en hoe jij erbij fijn vindt. Het gaat om jou als persoon en de quality time. En niet zozeer om je verschijning, zeg maar. Het gaat... Dat vind ik ook. Kijk, ik schaamde me heel erg voor mijn huis. En daardoor liet ik mensen niet binnen. Niet zozeer van wat hun er allemaal van vonden. Maar meer hoe ik me erbij voelde als ik ze binnen zou laten. En dat is ook heel vaak wat ik ook zeg tegen mensen. Van, weet je, het gaat om jou. En het gaat om jouw leven. En hoe jij je huis wil hebben. Want spullen die je krijgt. Ik had een boeddha gekregen voor ons trouwen. En dat was helemaal houtsnijwerk. En ik dacht, nou ja, hartstikke mooi. In de kast gezet. Maar ik vond hem hartstikke lelijk. maar ik heb hem daar wel laten staan. En niet 1 jaar, nee 3 jaar. Omdat ik het vervelend vond naar hun, of ondankbaar, als ik hem weg zou doen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet er echt, echt wel vanaf. En ik wil het gewoon niet meer. Het ging steeds verder achter in de kast. En als ze op visite kwamen, zet ik hem weer wat naar voren, weet je wel. Zo extreem was het wel. Enorme pleaser was ik ook. En toen zei ik op een gegeven moment, oké, ik ga het helemaal anders doen. Mijn mindset veranderde. Ik was met minimaliseren bezig. En toen zei ik, ik ga mijn interieur veranderen. Wil je hem misschien terug hebben? Want ik had wel het idee dat ze daar gehechtheid aan iets hadden wat ze aan mij hadden gegeven. En toen zei ze, hè, wat? Hè, waar heb je het over? Dus ik zei, ja, dat Boeddha-beeld van ons trouwen. Zei, oh, dat ding. Oh, ik was het al lang vergeten. Nee joh, doe lekker weg of we brengen naar de kringloop. En toen dacht, serieus, ik heb altijd die gehechte eraan gehouden, omdat ik dacht van, ja, ik wil hun niet voor het hoofd stoten. In mijn huis, hè, notabene. Dus je denkt vaak wat de ander denkt, dat denk je vaak zelf. Dus, en dat gebeurt heel veel. Mensen nemen alles maar aan, maar durven het dan niet meer weg te doen, omdat ze dat vervelend vinden. En er zijn mensen, dat hoor ik ook van mijn klanten, die zeggen, ja, maar ze weten exact wat ze mij hebben gegeven. En ze vragen er ook om als ze op visite komen. En dan zeg ik, geef het aan ze mee. Als ze hun het zo mooi vinden, laat ze het lekker in hun eigen huis hebben.
En ook dat is weer grenzen stellen, mindset, kiezen voor jezelf, zelfliefde. Nou ja, noem de hele rutte meteen maar op. Maar dat zit daaronder. Ja, maar en dat is het moeilijke stuk. Ja, dat is het moeilijke stuk, maar dat is wel die wortel. Exact. Dat is echt wel die wortel, want ja. Hoeveel mensen poetsen zeg maar niet hun zelfbeeld op met een horloge of met een auto of met de spullen of met bla 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 bla, met de gelakte nageltjes en de dure dingetjes en weet ik veel allemaal wat. Het mag, hè? Tuurlijk. Want ik ben ook... ik hou ook echt van mooie spulletjes en, hè, en mooie fietsen en een mooie... Ik weet je, dus ik als ik een vrouw zie waar de nagels wel heel mooi bij zijn gelakt en bla bla bla... Je kijkt naar mij, ik heb het niet. Nee, ik zat hier toevallig met... die had de nagels ook heel mooi gelakt. Ik vind het ook prachtig. Ik ook, ja zeker. Ik vind het ook prachtig, maar voor mij werkt het niet. Nee. Dus ik doe daar niet aan mee. Ik moet er niet aan denken. Iedere keer opmaken en blablabla. Wat een tijd kost dat. Maar hetzelfde is eigenlijk met opruimen. Als je daar de hele aan in verstrikt zit, kost dat ook heel veel tijd. Het kost heel veel tijd. Want alleen al een klusje wat je per week een kwartier aan kwijt bent. Hè? Ik noem maar wat. Een la in je kast. Een kwartiertje. Dat is echt helemaal niks. Vaak is het al een uur. Maar goed. Ik zal het even klein houden. Een kwartiertje. Als je dat elke week doet, ben je op maandbasis een uur al kwijt van je leven. Op jaarbasis ben je al 12 uur kwijt van je leven. Moet je kijken waar je die 12 uur voor in kan zetten. En dat is ook een van de vragen die ik heel vaak aan mensen stel. Uur. Ja. Nee, 12 maanden. Ja, per week. Maar ja, sommigen zijn er een uur per week aanwezig. Dan heb je wel 52 uur. Nou, moet je kijken wat je daarmee kan doen. Ja, kun je heel veel boeken lezen. Ja, precies. En vaak stel ik de vraag van, maar wat nu als je de loterij wint? Wat zou je dan met je geld gaan doen als je tijd en geld genoeg hebt? Wat zou je gaan doen als je nu nog maar 6 maanden hoort dat je 6 maanden te leven hebt? En dat lijkt heel extreem, maar dat komt heel veel voor. En bij mijn moeder dus bijvoorbeeld ook, maar ook bij meerdere om ons heen. Ook jonge mensen. Wat ga je dan doen? En dan vallen bijna altijd de spullen weg. Want daar gaat het uiteindelijk helemaal niet om. Maar het kost je nu wel al je tijd en energie en al je geld. Terwijl als ik dan zeg, joh, wat wil je heel graag een weekend naar Spanje? Oké, wat kost dat dan? Wat heb je daar dan voor nodig? Want wat vaak mensen niet doorhebben, is dat als ze naar de winkel gaan voor 1 ding, dat ze met 30 dingen naar buiten komen. Iedere keer weer 20 euro hier, 50 euro daar, 100 euro daar. Als jij dat niet meer, die drang voelt, hou je dat geld over. Dan kan je na 3 maanden gewoon die reis maken die je echt eeuwig onthoudt. Dus ik reken ook heel vaak in tickets. Maar ja, weet je... Ja, reistickets. Reistickets, ja, ja. Dus ik heb zoiets van, ja, doe wat je echt wil in je leven. In plaats van jezelf min of meer te verdoven. En ook met kleding kopen en spullen. Je voelt je niet zo fijn. Je gaat naar de winkel, je koopt iets. Ja, natuurlijk, dopamine shot. Tuurlijk voel je even fijn. Maar blijft dat ook zo? Nee. Maar doe dan wat je echt belangrijk vindt. En ik kan echt oprecht heel blij zijn voor mensen die de mooiste designer tassen kopen en alles. Ik vind dat echt heel erg leuk. En ik vind het ook prima, omdat je er wat mee doet. Maar niet met alle spullen die je maar verzamelt om te verzamelen. Om eigenlijk een gat te dichten vaak. Emotioneel of wat dan ook. Of dat je het gewoon echt oprecht leuk vindt. Maar uiteindelijk alle spullen in je huis niet meer zo leuk vindt. Daar moet je iets mee doen. Dus echt die overtollige ruis en ballast uit je leven halen. En dat begint bij de spullen. Maar uiteindelijk wordt het veel meer dan dat. Hoe je tijd besteedt. En dat geeft dan een soort domino effect. Gaat dat door. Ja, maar je tijd is je meest kostbare bezit. Dat is het enige wat je hebt. En je noemt echt iets heel moois, verdoven. Ja. Wow, daar gebruiken we spullen voor, daar gebruiken we shoppen voor, maar daar gebruiken we eten ook voor. Eten en spullen. Therapy, shopping, ja. Ja, dat is echt... Maar als je het onderliggende probleem niet oplost, dan creëert dat alleen maar meer problemen. Precies. Dus als je gaat shoppen terwijl je geen spullen nodig hebt, heb je meer problemen. Ga je eten terwijl je geen fysieke honger hebt, krijg je ook alleen maar meer problemen. Dus ja, het is echt die wortel, ja, die leegte. Waar zit hem dat in? Ja, en dat is heel moeilijk. Want vaak zie je ook mensen die zijn gestrest, die zijn overprikkeld. En die gaan dan naar de dokter of wat dan ook, naar therapie. En dan wordt er vaak gekeken naar, je moet meer rust pakken. En dat soort dingen, hè? Ja. Yoga, meditatie. En meditatie vind ik heel goed en echt supergoed. Ja. Alleen, vaak wordt het huis vergeten. Nou, waar ben je de meeste tijd van de dag? Of in ieder geval, waar doe je je ogen dicht en waar doe je ze weer open? Is dat een punt van rust? Thuismeditatie is supergoed, maar doe je ogen open en je zit 1 grote puinzooi. Wat denk je dan dat doet met je gevoel van stress? Die schiet meteen weer door het dak heen. En zo blijf je het in stand houden. En toen ik ging vastlopen in mijn spullen, maar ook met de kinderen, omdat mijn zoontje best wel heftig werd. En uiteindelijk is dat gelukkig wel opgelost na een paar jaar. Maar toen was ik echt op zoek naar van, ik voel me geen goede moeder. Wat moet je doen om een goede moeder te zijn? En nou ja, dat soort dingen allemaal. Maar ik heb nooit aan gedacht aan mijn huis. Terwijl nu mijn huis gewoon helemaal gereset is, heb ik veel meer tijd over. Maar heb ik ook veel meer rust, waardoor ik voor mijn kinderen ook een betere moeder kan zijn. En het hangt allemaal aan elkaar. Het is gewoon een holistisch geheel. Ja, absoluut. Absoluut.
Hey, ik heb jou een paar keer nu dat woord overprikkeling horen zeggen. Mm-hmm. Want hoe werkt ons brein dan? Ja, je brein werkt eigenlijk als volgt dat je prikkels, eigenlijk alles wat je ziet neem je waar. Bewust en onbewust. En het grootste deel is onbewust. Hoort, ja, horen, zien, al je zintuigen eigenlijk. Maar in het geval van mij, met de hoogsensitiviteit en snel overprikkeld, komt dat nog 10 keer zo hard binnen. Dus ik dacht van ja, hoe kan dat nou? Waarom heb ik er nou zo'n last van? Maar ik heb dat nooit daar in het breingedeelte gezocht. Totdat ik daar achter kwam. En toen dacht ik, ah, dat is het dus. Want als jij, je kan het natuurlijk nu niet laten zien, maar straks het voorbeeldje van in een kamer die een dichte kast heeft, je weet niet wat erin zit, dan staan er 500 dingen in. Maar als je die kasten openzet, en het zijn open kasten, en je ziet al die 500 losse dingen, je neemt alles waar. En je brein moet dat ook allemaal weer verwerken. En dat kost weer heel veel energie van je. Dus hoe meer spullen je om je heen hebt, hoe meer je ziet eigenlijk min of meer. Want via je ogen krijg je alles gewoon binnen. En dat maakt dat er in heel veel huizen heel veel winst nog te behalen valt. Zelfs na het minimaliseren nog, om het overprikkeling te voorkomen. Dus niet meer als jij bijvoorbeeld 20 beeldjes hebt wat je heel mooi vindt. Zet ze niet alle 20 in de vensterbank, want je brein neemt dat allemaal waar. En op de gezondheidsbeurs had ik 2 foto's van ons huis toen we het gekocht hadden. En nu, die had je er gezien denk ik. En toen vroeg ik ook aan mensen van, kijk eens 5 seconden naar een bepaald punt op de foto. Voel eens wat je ogen doen. Mensen hadden dat nooit in de gaten wat ik er nou eigenlijk mee wilde als ik dat niet had gezegd. Dus bewust worden van. En daarna zei ik, kijk deze foto is van hoe we het gekocht hadden. Was heel netjes opgeruimd, maar daar hingen heel veel dingen. Daar stonden heel veel dingen. En je voelde, als je daarvan bewust bent, je ogen alle kanten op schieten. En dat gebeurt met je brein de hele dag door. We worden zwaar overprikkeld de hele dag. Niet alleen in je huis, maar ook met je telefoon, op je werk, buiten enzovoorts. Maar je huis is een hele grote bron daarvan. Wordt vaak compleet vergeten. Ja, dat is ook denk ik gewoon precies de reden. Ik heb geen radio aan. Nou ja, je hebt het gezien. Alle muren zijn wit, alle kasten zijn wit. Op de rotzooi die er in de work, alles waar ik mee aan het werk was. Mm. Dat was heel veel prikkeling, maar als alles in de kast zit, dan is het bij ons helemaal wit en rustig. En dat is dus om deze reden, omdat ik dus blijkbaar, anders is dat brein de hele tijd bezig. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil bezig zijn met studeren, boek lezen, blog schrijven, iemand gewoon rustig kunnen coachen. Hey, en dus heb je nu alles over die overprikkeling en dat brein gezegd? Of is er nog... toch ook nog wel. Want vaak moeders met kinderen, we bieden ze veel en veel te veel dingen aan. En kinderen ervaren ook heel erg veel overprikkeling en stress door te veel spullen. En vooral de keuzestress. En ze willen natuurlijk alles hebben als ze in een speelgoedwinkel staan. Maar ik merkte dat heel goed de reis die we maakten voor onze wereldreis. Toen hebben we 1 grote backpack ingecheckt om al te kijken hoe het was met iets minder spullen. Toen was mijn zoontje 10 maanden en mijn dochter was bijna 2. En we gingen op reis, we hadden meer dan genoeg speelgoed bij. Ze hebben super lief gespeeld met alles. En vaak spelen kinderen natuurlijk met zand en steentjes en dat soort dingen. Vaak minder met hun speelgoed. En dat was allemaal leuk. En toen kwamen we thuis. En ze renden van de ene hoek naar de kamer, naar de andere hoek van de kamer. Toen renden ze naar de keukentje. En op een gegeven moment ging ze midden in de kamer keihard zitten huilen. En toen zag ik het. Toen dacht ik, ja, ze weet gewoon niet wat ze moet kiezen. Gewoon te veel tegelijkertijd. Wat dan, hoe dan? En dat... Toen was het zelfs nog opgeruimd, want ik had opgeruimd voordat we op vakantie gingen. Toen was ik nog niet zo geminimaliseerd en gestructureerd. Maar toen dacht ik, ja, maar dit heeft op kinderen ook onwijs veel impact. Ook 's avonds verwachten we dat ze gaan opruimen voordat het avondeten is. Ze zijn hartstikke moe. Ze weten vaak niet eens waar het heen moet. Het is vaak te veel moeite. Het kan niet. Het kan niet wat we van hun vragen. Wat krijgen ze dan? Woede, buien, krijgt een kort lontje. Het werkt gewoon niet. Dus waarom leggen we onze kinderen op als we het zelf nog niet eens onder de knie hebben? Kan niet, maar dat verwachten we wel. Dus, wat is je advies? Zelf dingen gaan doen. Eerst zelf die mindset veranderen. Zelf je eigen spullen door, de gezamenlijke spullen door. En dan heb je vaak al zo'n 60-75% van je huis al wel gehad. Met kleine kinderen kun je ook structuren aanbrengen en systemen zetten waar hun op verder kunnen gaan. Want kinderen kunnen heel goed aanhaken, maar ze kunnen het niet zelf bedenken. In het begin, als ze nog echt klein zijn... En de spullen van je partner, laat maar voor wat het is, dat zijn zijn spullen. Daar kan je niet over beslissen. Want overal hangen de haakjes aan. En wat voor jou een theekop is, is voor jou misschien een hele mooie herinnering met een reis of wat dan ook. Mijn man heeft zo'n heel lelijk bamboekrukje, dat noem ik wel vaker.
ja, dat vind ik spuuglelijk. Maar het is van hem en hij vindt het belangrijk. Ik snap niet waarom. Maar ik kan niet voor hem beslissen dat het weg moet. En dat proberen we ook heel vaak te doen. Want ze zeggen, ja, het ligt aan de kinderen, het ligt aan mijn man, dit en dit. Ja, is dat echt wel waar? Eerst naar jezelf. Ja, ja, eerst al eens je eigen zaken. Maar even terug naar die kinderen. Want ik denk dat ik Doutze een beetje met dezelfde tik al heb belast. Namelijk, ik denk dat zij nu, ze is nog geen 2, maar al 100 boeken heeft. Mm-hmm. Want ik merk dus als wij, hè, want wij reizen ook veel. Mm-hmm. Dan neem ik altijd maar 1 of 2 mee. En dan, dus eigenlijk is dat ook beter. Gewoon eventjes voor 2 weken 1 boekje. Ja. En dan, of hoe zie jij dat? Ja, het begrenzen vooral heel erg. Hoeveel wil je tegelijkertijd aanbieden? Nou, dat gaat helemaal terug naar, oké, kies er een plek voor. Hoeveel boeken passen daar dan? En rouleer dat door, maar maak het niet. Dat is ook wel, net als dat je op vakantie gaat, heb je 1 koffer. En daar moet alles in passen. En als je iets meer wil meenemen, moet iets anders eruit. Maar in huizen doen we dat niet. In huizen leggen we, maken we ruimte. Hier nog bij, daar nog bij, daar. En uiteindelijk slipt je hele huis vol. Wauw, dus je moet je huis een soort vergelijken met een koffer. Ja. En alles moet er gewoon in 1 keer. En dan moet die koffer gewoon makkelijk dicht kunnen. Ja, niet erop gaan zitten. Nee, niet erop gaan zitten. Makkelijk dicht kunnen. Ja. En dat is het dan. Ja, eigenlijk wel. Interessant. Ik vind het leuk. Ik ga eens eventjes terug naar mijn vragen. Even kijken. Wow. Oh ja, we hebben natuurlijk ook een gezamenlijke woonkamer. Namelijk Moeder Aarde. Daar wonen we met z'n allen op. Hoe, want ik kan me voorstellen dat je nu luistert en dat je denkt, oh, ik ga echt minimaliseren, ik ga spullen wegdoen, ik ga beter organiseren, die structuur, die waar we trouwens dat stappenplan ga ik opschrijven, mm-hmm. Want we zijn nog maar bij stap 2. Stappenplan, even met een uitroepteken, moeten we op terugkomen. Dus ik kan me voorstellen dat ze nu gaan opruimen, schoonmaken, beter zichzelf echt de vraag gaan stellen, waarom doe ik wat ik doe? Ben ik hier nou echt aan gehecht of emotioneel aan gehecht of gebruik ik het ook echt? Ja. Praktisch, fysiek. Maar ik denk dat je per saldo een grotere rotzooi achterlaat met een minimalistisch huis of in een tiny huis, hè, met maar 1 koffer en 1 laadje en that's it. Maar vervolgens wel broodjes kaas gaat eten. Mm-hmm. In vergelijking met iemand die misschien wat een groter huis heeft, iets meer fietsen, maar die bijvoorbeeld helemaal zich voedt met fruit en planten. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik heb daar niet genoeg inzicht in van wat meer impact heeft of niet. En ik vind dat ook heel moeilijk, want dat is iets waar ik zelf met eten ook uitkwam. De ene zegt dit is heel slecht, de ander zegt dat is heel goed. En op een gegeven moment zie ik ook de bomen door het bos niet meer. Dus wat is nou echt goed? Ik denk dat als je in de kern kijkt naar jezelf, van wat voelt echt goed voor mij, dat je het eigenlijk nooit fout kan doen. Ik denk dat dat veel meer impact heeft, ook op de rest weer. De keuzes die je maakt, echt je leven leeft, want mensen die hun leven leven, zijn denk ik ook veel meer, kan je ook anderen veel meer geven. En op het moment dat je dat doet, wordt de wereld uiteindelijk een mooiere plek, vind ik. Omdat je ook de rust en de tijd om over na te denken, wat zijn mijn dromen en wat kan ik andere mensen daarbij helpen. En dan dat mensen in de ratrace zitten, oogkleppen op hebben, doodongelukkig zijn, hun leven leven. Het is bijna het einde van hun leven of ze worden ziek en denken, ja oké, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik denk dat je uiteindelijk daar veel meer impact mee maakt door bewustwording in jezelf, jezelf te worden. En dan kan je veel meer geven. En of dat nou in eten zit, of in spullen zit, of in ervaringen zit, of wat dan ook. Ik denk dat dat uiteindelijk wel de essentie is. Ja, heel mooi. Dat zeg je supermooi. Ik zeg altijd, we hebben 3 niveaus van leven. Nou, overleven. Mm-hmm. Hè, daar zat jij misschien wel in. Ja, die vul ik hem in, absoluut. Hoor. Dit is heel gevaarlijk. Mag ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar met veel te veel spullen. Ja, en veel te veel rotzooi. En geen energie. En, vooral de energie en tijd. Ja. En dan heb je natuurlijk nog het niveau van leven. Dan is op zich alles prima. Hè? Dus je krijgt de kasten nog net dicht. Ja. En je gezondheid is wel prima, je relatie is wel prima en je financiële situatie is wel prima. Mm-hmm. Maar het wordt pas echt leuk als je op dat niveau komt van geven. Dat je zoveel energie hebt en zoveel gezondheid en zoveel kennis en zoveel liefde. Dat het over de randen klotst, dat je kunt gaan geven vanuit overvloed. En daar gaat het uiteindelijk om. En jouw filosofie is, als ik het eens even goed mag samenvatten, is dat met betrekking tot eten, doe dan wat bij jou past. En wat echt goed voelt voor jou. Ja, want eten is natuurlijk helemaal jouw expertise. Moeten ze voor bij jou zijn, niet bij mij. Nee, precies. Maar ik denk dat dat uiteindelijk, het is een holistisch geheel. Ja.
Ik begin trouwens wel mijn boek. De eerste vraag is, hoe kan het dat iedereen iets anders beweert? Want daar word je toch echt helemaal scheidsziek van. Ja, en, verschrikkelijk. Ja, het is echt verschrikkelijk. En hoe bepaal je nou wie je kunt geloven? Ook dat. Dat heb ik helemaal in mijn boek helemaal uitgelegd. Want dat is best wel eigenlijk makkelijk te begrijpen. Maar als je dat begrijpt, dan wordt het wel echt en heel leuk. Maar vooral, het wordt zo leuk omdat het ineens heel simpel wordt. Ja. Als je dat doorziet, hè, net zoals jij ineens doorzag van, oh grappig, zo breng je rust, ruimte en structuur in je huis. Pats, voor jou is het nu ook heel makkelijk om dat te doen. Nu wel, ja. Want heel vaak als ik coachingsgesprekken doe met mijn klanten, die zeggen dan, waarom heb ik dit zelf niet bedacht? Dit is zo simpel. En hoe kan het nou dat ik in 1,5 uur met jou stappen maak die ik in 4 maanden niet voor elkaar krijg? Hoe dan? Ik zeg maar, ik geef je alles op een presenteerblaadje. Als je dit doet, dit, heb je dit resultaat. Ik zeg maar, dat lijkt heel makkelijk, maar ik heb er zelf jarenlang mee gestruggeld. Ja. Het lijkt super makkelijk, maar dat was het niet. Nee. Want anders had het mij ook niet zo heel veel moeite moeten kosten. Nee. Ja, ook zo ongelooflijk vergelijkbaar. Maar ja, dat is natuurlijk hetzelfde. Johan Cruijff zei dat al. Hè, dat als je het in eenmaal ziet, dan zie je het. En ja, simpel voetballen is gewoon heel moeilijk. Totdat je door hebt, dan heb je door. Nou, thanks Johan Cruijff. Ja, maar het is wel makkelijk, maar het is niet simpel. Want iedereen weet wel, ik heb te veel spullen moeten spullen uit. Maar dan begint het pas. En dat zijn al die haakjes en triggers. En je moet er ook tijd voor maken, want het loopt niet vanzelf je huis uit. En doe jij het niet, dan moeten je nabestaanden het ooit een keer gaan doen. Dus er komt een moment dat die spullen toch weggaan. Dus waarom niet nu, in plaats van dat je het heel je leven laat belemmeren. Of dat je ouder wordt en je gaat naar een appartement of een verzorgingshuis of wat dan ook. En dan moet je dan nog allemaal gaan doen. Dus dan belast je ook je dierbaren ermee. Is dat wel echt wel wat je wil? Of als je weet dat je nog maar 6 maanden te leven hebt. Ik vind dat een hele cru vraag. En heel veel mensen willen daar niet over nadenken. Maar doe dat maar eens wel. En het wordt zoveel meer makkelijker voor je. Omdat je dan echt ziet, wat vind ik nou echt belangrijk? En wat wil ik echt? Of wat als ik ga emigreren, wat zou ik mee willen nemen? Eigenlijk wat een mens echt nodig heeft aan spullen, is bijna niks. Is echt bijna niks. En de rest is comfort. En dat is prima. En op een gegeven moment ga je het optoppen. De een heeft wat meer kleding als comfort, de andere heeft wat meer schoenen als comfort, de andere heeft wat meer keukenapparaat als comfort. Maar uiteindelijk gaat die comfort, als je te veel gaat stapelen, omslaan naar ballast. En dat moet je niet willen. Ja, mooi. Zeg je mooi. Sorry, dat was een hele harde in de microfoon. Ik ga eventjes. Ik heb hier nog is weggeven een optie. Ja. Is weggeven een optie van al die spullen? Want ik kan me voorstellen dat mensen heel veel dure spullen hebben. Ja. Zeker in het geval van, hè, als je vriendin het echt nodig zou hebben, zou je het dan weggeven? Ja, nu zie je ook weer met Turkije en Syrië en zo, dan zijn mensen veel eerder geneigd, oh, ik wil het graag geven allemaal, want hun hebben het heel hard nodig en kunnen het gebruiken. Terwijl ze misschien al heel lang er tegenaan hikt van, ja, ik doe het toch niet weg, want het was wel duur, ik vind het moeilijk. En dan hebben ze iemand die ze er echt heel erg goed mee kunnen helpen, laat ze het los. En dit is natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld, maar zo moet je dat soort dingen allemaal gaan zoeken. Goede doelen of kledingbank of wat dan ook, waardoor je het wel kan loslaten als je daar echt moeite mee hebt. Ik denk dat dit echt een uitstel-excuusje gaat worden. Nee. Sommige mensen die kunnen dat, dan hoeft het zeker niet. Hè? Maar er zijn mensen die op dat stuk blijven vasthangen in het moet goed terechtkomen. Ja, en als ze dan het niet gaan zoeken, de plekken, dan blijf je aan het uitstellen. Nou, precies. Ja. Dus ik denk dan gewoon maar eventjes 1 keer hard huilen en hoppakee de container ermee in. Ja, soms wel. Ja, want ik zie je dan gaat het in een bak, want dan gaat die daar zogenaamd van profiteren. En dan ga je daar weggeven en daar weggooien. Nou, en je knipt het met je ogen, er is weer een jaar voorbij. Ja, absoluut. Daar ben ik zeker met je eens. Je bent wel weer een jaar lang over die klotenbox heen moeten lopen. Het gaat wel omdat je deadlines zet, hè. Het moet wel binnen een bepaalde tijd weg zijn. Net als marktplaats verkopen. Iedereen herkent dat wel. Op een gegeven moment wil je ze op marktplaats verkopen, want dan krijg je er nog wat geld voor, want het was duur. En op een gegeven moment worden die verkocht. En 2 weken niet, en 3 weken niet, en 3 maanden niet, en 4 maanden niet. En je hebt nog steeds een huis. Je hebt al afscheid ervan genomen, min of meer, maar je laat het niet los. Zeg gewoon 2, 3 weken, niet verkocht, hoppakee, kringloop ermee. Weg ermee. Maar het voorbeeld maar wat ik net noemde. Arme kringlopen, dus daar komen. Daar heel veel spullen. Maar arme kringlopen, dat zijn echt hele goede verdienmodellen hoor, vergis je niet. Oké. Dus al die mooie spullen die ik dan zogenaamd heb in de auto. Dat mag je daar zo komen brengen? Nee, daar zit heel veel verschil tussen kringlopen. De ene neemt bepaalde items wel aan, de andere weer niet. Dus bijvoorbeeld de shampoo, wat ik straks zei. De kringloop bij mij in de buurt neemt het wel aan, omdat daar ook een heel sociaal netwerk aan vasthangt. En mensen een werkplek geeft en een dagbesteding en zo. En mensen die wat minder hebben, komen daar ook vaak. En daar geven ze het graag aan weg.
Maar er zijn ook kringlopen die zeiden, joh, ik wil dat allemaal niet, want er is heel veel opslag hè, wat we doen. Dus wij nemen het niet aan. En daar zit heel veel verschil tussen in plekken in Nederland, in verschillende instanties, in verschillende bedrijven. Oké, dus ja. Ik zie het voor me. Ik ga op zoek naar een kringloop hier in de buurt. Ik bel even, wat is jullie policy? Ja. Of ze gaan even door de spullen, alles wat zij meenemen. Oké, mooi, daar ben je vanaf. Ja. En anders doorrijden naar de stort en weg ermee. Ja, ik vind als je heel veel spullen in je huis hebt, is dat wel de beste optie. En inderdaad, heel veel mensen zullen daar allemaal tegen zijn. Dat zal. Alleen, hoe lang wil je dit nog jezelf belemmeren? En uiteindelijk, op de lange termijn, heb je veel meer impact winst, als je dat op dit moment rigoureus afscheid van neemt, dan dat je er eeuwig mee blijft hangen. Want dan blijf je gevoelig voor die 1+1 aanbiedingen. Dan blijf je gevoelig voor testertjes in hotels en weet ik veel wat allemaal. Ja, weet je, je blijft het verzamelen omdat je die shift niet kan maken. Dus dat is zeker wel waar. Maar bij de mensen die ik net zei, die zijn al heel ver in de mindset. Die blijven ergens op hangen en dan moet je dieper gaan. En dan moet je echt gaan afpellen die ui van waar zit het er nu in? Want je kan het niet loslaten, hoe dan niet? En daar zit hem vaak in, want als het zo makkelijk was, was het al weg. Ja. Maar dat was het niet. En toch wegdoen is niet te doen, dus dan zit het ergens anders in. En als je dan daarachter komt, dan moet je een stappenplan gaan maken. Dus van oké, je moet een goed thuis zoeken, waar dan, op internet zoeken, 2 weken deadline zetten. Heb je het niet gedaan, heb je het niet gevonden, dan gaat het weg. En dat bepalen ze zelf, hè. Ik bepaal dat niet voor mensen. Ik vraag gewoon, wat wil jij, want intrinsieke motivatie is het meest belangrijke. Ja, ook zo herkenbaar, Heel veel mensen zijn bang dat als ze met mij gaan samenwerken, dat ze alleen maar fruit moeten eten. Ja. Dat ze helemaal veganistisch moeten eten. Ja, daar zal ik me natuurlijk nooit mee bemoeien. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat er mij om dat jij echt intern gaat oriënteren. Wat wil ik? En precies. Waarom doe ik wat ik doe? En is dat echt iets van mij? Of is dat, hè, wat ik bij jou ook een beetje terug hoorde, een imprint van moeder, tante, oma, generaties lang van... Ja, verzamelen en spullen en gezellig en mooi en weet ik veel allemaal wat. Ja, en weet je, minimaliseren, daarom zeg ik ook, minimaliseer je huis, maximaliseer je leven. Omdat je dan echt de tijd en de energie en het geld hebt om je leven te leven. En het begint dus bij de spullen, maar op een gegeven moment hadden wij een keer ruzie na een verjaardag. Toen hadden we net een klein kind en toen was ik zo klaar mee. En dat was van een collega van mijn man. En ik had de hele tijd had ik ergens gezeten. En ik vind het gewoon saai om over het weer te praten. Ik hou ervan om, net wat ik straks ook tegen zei, wat zit er achter? Waarom ben je dit begonnen? En leuke verhalen te horen. Ik vind het heel interessant om te horen wie iemand is. Al dat oppervlakkige geklets, hou op alsjeblieft. En ik was zo klaar ermee. En ik was zo moe. En ik was echt boos tegen mijn man. En toen uiteindelijk, zei hij van, ja, dit is het gewoon niet waard. Toen zijn we gaan uitrekenen hoeveel verjaardagen we eigenlijk hadden. We wisten dat er veel waren, maar bewustwording van nog niet. En toen kwamen we erachter dat we 85 verjaardagen op een jaar hadden. Gemiddeld zo'n 2 tot 3 uur per keer. En we zeiden, wat zijn we aan het doen? We zijn knettergek. We vinden het niet eens leuk. Of we praten met schoonfamilie. Nou, dan kan ik ook voor gewoon op de koffie gaan. Dan hoef ik niet naar een verjaardag te gaan, want iedereen is dan aan het rennen en aan het vliegen. En degene van wie het gaat, spreek je niet eens. Dus ik zei, ik ben er helemaal klaar mee. En hij ook, mijn man ook. Nou, we stoppen ermee. Alleen nog maar de ouders en de zussen en de kinderen daarvan en verder niet. En dan kregen we een berg commentaar op, echt heel veel. En toen zeiden we, joh, wij komen alleen nog maar bij mensen op visite om gewoon een leuke avond met iemand te hebben. En dan hoeven we niet voor op een verjaardag te komen. Ja, en uiteindelijk hebben we dat volgehouden, want wij vonden dat belangrijk. En toen kregen we steeds meer reacties. Zou ik ook wel willen. Dit weekend heb ik weer een verjaardag waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Dan denk ik, waarom hou je dat dan in stand? Ja. Hou op. Oh, prachtig. Hoe, oprechte aandacht heb je dan nog voor iemand? Niet. Gewoon niet. Ja. Zo herkenbaar. Maar we houden elkaar, daarom begon ik ook met dat woordje systeem. We houden elkaar zo ongelooflijk in de tang met allemaal zogenaamde ongeschreven regels. Precies. En gewoontes en... Ik bedoel, hoeveel mensen er buiten de deur maar vegetarisch of zelfs gewoon omnivorisch blijven eten, omdat ze bang zijn dat ze de ander dan tot last zijn. Terwijl vaak zit iedereen daar zo. Dus iedereen zit daar vlees te vreten, terwijl ze het eigenlijk allemaal niet meer willen. Ja. En dan denk ik, oh jongens, neem je eigen ruimte en ga staan voor wat je echt zelf wil. Want als jij dat doet, geef je de ruimte ook aan die ander om dat ook echt te gaan doen. Ja, en precies. Ja, en ook spullen ook niet weg willen doen omdat mensen geen impact op de wereld willen maken. Maar eigenlijk hou je veel meer impact als je dat niet verandert. Alles maar aannemen omdat je iemand wil pleasen, maar uiteindelijk groeit jouw huis helemaal dicht.
Ik reis met handbagage, maar ik hou heel erg van reizen. En mensen denken, als je minimaliseert, ben je ook heel erg groen. En ja, ik hou van moestuinieren. We hebben 2,5 jaar in een tiny house gewoond. En dan word je in een soort hokje geduwd. Maar ja, weet je, we zijn wel van de zomer zijn wij gevlogen naar Mauritius. En daar hebben we wel iets van mijn bucketlist gedaan, wat al jaren erop stond. Een helikoptervlucht met mijn gezin gemaakt. En dat was super tof. En ik kreeg een reactie op, nou, dat is toch echt helemaal niet bewust. En dit en dat. En dan denk ik, ja, dat mag je allemaal vinden. Maar dit is hoe ik mijn leven wil leven. En dat jij iets anders wil, vind ik dat goed. Ik heb daar geen mening over. Ieder moet zijn eigen ding doen. Maar dat is wel lastig voor sommige mensen. Nou, ja. Het is natuurlijk ook confronterend. Hè? Ik heb dat natuurlijk ook heel vaak. Ik doe ook echt waar ik zelf zin in heb. En ja, dan wordt iemand soms ook onbewust getriggerd van fuck, zij doet dat wel. Ja. Ja, en ik zou dat eigenlijk ook wel willen. Dus dat is altijd een heel belangrijk punt. Als je irriteert aan iemand, check dan altijd is er werk eventjes, te doen. Ja, dan is er werk te doen. Maar check dan ook altijd eventjes van, wat voor onvervuld verlangen zit daar bij mijzelf eigenlijk achter? Precies. En wat doet zij wat ik misschien eigenlijk ook wel heel graag zou willen? Precies. Want dan brengt het je echt verder. En anders houdt het geklaag je eigenlijk, ja, brengt je alleen maar op een lagere trilling. En dan ben je veel verder van huis. Mm-hmm. En op trilling, wat je nu zegt, ook heel veel zijn bezig met de wet van aantrekking en manifesteren. En ik heb daar ook heel veel over gelezen en ik vind dat heel erg interessant, ook vooral de wetenschap daarachter. Ik hou dan wel van dat het goed onderbouwd is. Maar eigenlijk wordt het minimaliseren ook daar weer in overgeslagen. Maar als je bekijkt naar dat overal triggers aan zitten en ook heel veel emotionele triggers die je ook vaak omlaag halen. Of spullen die uit een tijd komen waar je niet zo blij was of wat je een moeilijke tijd had. Of dat je kijkt naar die stapel boeken van oh, ik heb er nog 10, ik heb nog steeds geen tijd voor mezelf gemaakt. Wat doet dat met je trilling? Die trekt het ook direct naar beneden. Dus het hangt er allemaal aan elkaar samen. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Dus even kijken. Oh ja, de tovertastechniek. Ja. Ja, de tovertastechniek die heb ik in het leven geroepen om heel snel visueel rust te krijgen. Vaak liggen er op de bank wat dingen, op de tafel wat dingen, op de eettafel wat dingen. En als je dat allemaal gaat oppakken en op de plek terug gaat leggen, dan kost het heel veel tijd. Want vaak moet iets naar de keuken, er moet iets naar de slaapkamer, moet iets naar de badkamer. Dan ben je 3 keer zoveel tijd kwijt. In plaats van dat je een tas pakt, je kiept alles erin en die tas zet je weg uit het zicht. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar dat werkt niet bij mij. Of ja, maar dan ben je toch alleen maar aan het verplaatsen. Maar eigenlijk is het ook hoe illusionisten werken, hoe goochelaars werken. Die toveren iets weg, waardoor je denkt dat het er niet meer is. Bij Hans Klok, ineens is de assistente weg. Hoe dan? Maar je brein snapt dat gewoon niet. Want je weet dat er ergens een truc moet zitten, maar je kan het niet zien, waardoor je denkt, hé, het is gewoon echt weg. Hoe dan? En dat is wat met je brein doet. Je haalt de overprikkeling weg, waardoor je lijf echt letterlijk tot rust komt. En vanuit daar kan je weer verder. En als je dan s'avonds wil avondeten, je doet het even van de eettafel. Want er zijn heel veel mensen die de eettafel niet aan kunnen avondeten omdat er te veel spullen liggen. Of schuif het de helft opzij, zoals ik ook. De foto's heb je misschien ook wel gezien op de gezondheidsbeurs. Dat zit niet relaxed. Terwijl als je dat eens een toverdas keyboard en s'avonds doe je dat op de plek terugleggen of in het weekend of wat dan ook. Dan werkt dat gewoon voor je. Dus dan heb je snel resultaat. Ja, wauw. Ik ga proberen samen te vatten. Dus ja. Je hebt een hele grote tas. Rats, alles gaat in die tas. Die tas die wordt weggezet. Ja. Zodat je even heel snel al je spullen kwijt bent. In plaats van dat je iedere keer al die losse spullen op de goede plek, wat heel veel tijd kost. Mm-hmm. Dus rats, alles gaat in de tovertas. Nou, daar ben je misschien een minuut mee bezig. Ja, vaak wel. En dan ga je later die tas weer stapje voor stapje. Ja, tuurlijk. Want als je dat niet doet, en dat heb ik dus wel gedaan. Eigenlijk al mijn technieken die ik deel heb ik allemaal zelf uitgetest. Toen had ik op een gegeven moment 8 tovertassen staan. En toen werd het weer een hele grote klus. En had ik geen zin in. En uitstelgedrag en moeilijk. En toen kwam je erachter van oké, ik heb dus eigenlijk weer te veel spullen. Dus dan ben je weer weg gaan gooien. Ja, of geen systemen. Want soms hebben mensen wel een vaste plek. Maar dat is ook met een sleutelkastje. Als mensen zeggen, ik ben altijd mijn sleutels kwijt. Nou oké. Maak een sleutelbakje. En dan vaak staat dat dan als tip. Maar dat werkt helemaal niet. Want dan denken ze, oké, waar moet dat sleutelbakje dan? Nou, bij de voordeur. Want daar ga je door naar buiten. Maar bij heel veel mensen komen via de achterdeur naar binnen. Dus als je dan via de achterdeur langs de keuken, langs de tafel gaat, dan halverwege zijn die sleutels echt neergegooid. Het werkt niet. Je hebt wel een vaste plek, maar het werkt niet. En voor de ene werkt dat wel, omdat die wel via de voordeur komt. En voor de ander niet. Dus het is heel veel hoe ziet jouw leven eruit? En daar moet je op gaan sturen. Ja, maar jij zei zo straks ook zo mooi, die weg van de minste weerstand. Ja. Dus die wasmand, dat sleutelbakje, dat moet dus op een hele economische plek staan. Op een voor plek, jou. Voor jou.
En jij moet dus zelf die plek bepalen. Ja. Ja, dus hè, zoals wij bijvoorbeeld, wij hebben een nieuwe deur laten maken in het huis. Hè. Mm-hmm. We hebben letterlijk in de muur zitten boren, daar een deur laten maken. En daar direct achter hebben we de groene container gezet. Ja, slim. Dus hè, wij in de... Heb je het gezien misschien? Die... Nee. Nee, oké. Nou, in de keuken, daar direct naast, hup, je doet de deur open. En daar staat de groene bak al open. Dus dat is... Ja, dat is minste weerstand. Ja, minste weerstand. Werkt echt top. Ja. En sowieso volgens mij ook niet uitstellen, want... Maar heel veel tips worden gemaakt op mensen die ontzettend veel discipline hebben of gewoon heel veel rust in hun hoofd hebben. Nou, ik heb heel veel chaos in mijn hoofd. Ik kan er niet over nadenken. Ik ben afgeleid al halverwege dat ik naar de vaste plek loop waar het zogenaamd hoort. Het werkt niet voor mij. Of ik heb uitstelgedrag, of het is net te veel moeite. En dat moet je heel erg versimpelen. Gewoon alles versimpelen en terug naar de basis gaan met je doel bereiken. Hoe wil je doel bereiken? Linksom of rechtsom. Ja, ja, leuk. Ik vind hem weer heel herkenbaar. Hè? Want mensen denken ook heel vaak van mij dat ik uren in de keuken sta. En allemaal ingewikkelde recepten. Nou, ja, sorry als jij dit ook dacht. Maar niets is minder waar. Ik bedoel... Ik... Ja, met jouw verhaal ben ik ook nog wel heel benieuwd naar. Maar kijk maar wanneer je dat tussendoor wil leven. Ik flikker ook alles gewoon in de blender. En die ik wel direct omspoel. Heel slim. Als je een blender niet direct omspoelt, dan sta je echt weer 2 minuten te schrobben om alles van de kant af te krijgen. Dus daar heb ik dan wel discipline in. En wat ik ook heel vaak doe, en dat heb ik van Alexandra geleerd, van Gewoon Vegan. Mm-hmm. Klok eens eventjes hoe lang je nou eigenlijk echt met iets bezig bent. Ja, tijd. Ja, ja. Want dat heb ik ook met de moestuin gedaan. De moestuin, dat mislukte. Want water geven, dat was in mijn hoofd, duurde dat ongeveer een uur. Mm-hmm. Toen dacht ik, wow, Janneke, oké, we hebben hier te maken met een mindfuck. Dus ga nou gewoon eens even klokken. Ja. En als ik het echt rustig deed en ik zette ook alles al klaar voor de volgende dag, was ik er nog geen 2 minuten mee bezig. Moet je kijken. Dus de stopwatchmethode is echt super belangrijk. Heel belangrijk, klok, ja. Klok nou hoe lang het nou duurt om die vaatwasser in en uit te ruimen. Want dat valt echt wel mee. Als je dat gewoon, hè, wij hebben rondom die vaatwasser, daar moet ook alles op naartoe. Dus je hoeft geen stap te zetten. Het is letterlijk tak, 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 tak. Ja. En als je dat, dan valt dat echt allemaal wel mee. Dus volgens mij is die stopwatchmethode wel echt belangrijk om inzicht te krijgen. Ja, in tijd. In tijd. Ja, zeker. Dus ook met opruimen, met minimaliseren. En dat is heel erg belangrijk. En daardoor heb ik bijvoorbeeld ook de tovertastechniek, maar ook de toverkrattechniek voor de keuken. Want jij zegt dat ze leuk, maar bij mij staat wel eens de vaatwasser aan. En waar ga je dan met je afwas heen? En afwas op de aanrecht overprikkelt weer heel erg voor mij dan, hè? Dus dat vond ik irritant. Of 's ochtends had ik echt geen zin om dat ding uit te ruimen. Een beetje lui. Dus ik dacht, ja, weet je, dat doe ik vanmiddag wel. Maar als ik dan alles daar laat staan, dan voelt het niet echt relaxed. En in Japan doen ze dat heel goed. Alle oppervlaktes maken ze leeg voordat ze weggaan. Zodat als ze thuiskomen meteen gewoon een rustig huis hebben. En toen dacht ik, ja, er moet een soort tovertastechniek komen. En dat heb ik dus gemaakt. Een kratje in onder de gootsteen, zeg maar, in een kastje, zodat je het niet ziet. Daar zet je het tijdelijk even in. Je gooit het kastje dicht en 's avonds of 's middags, als je tijd hebt, ga je dat in de vaatwasser uitruimen, inruimen en er neerzetten. Want je kan wel zeggen, ik moet die vaatwasser in en uitruimen, maar dat gebeurt in de praktijk niet bij mij. Dus dan kun je wel gaan denken, ja, maar zo moet dat dan. Iedereen doet dat en sommigen kunnen dat wel. Ja, maar ik niet. En wat werkt voor mij dan wel? En uiteindelijk merk je, als je eenmaal de systemen, en dat zijn dus weer andere systemen, in de keuken creëert, ga je die toverkrat ook minder gebruiken. Maar ik merk als ik dagen met heel veel afspraken heb, voor heel veel coaching, of dat ik 's middags dat niet ga doen, omdat ik dan gewoon bij mijn kinderen wil zijn. Dus dan doe ik het gewoon 's avonds. Dus het werkt voor mij, maar ook overdag, want ik heb geen overprikkeling. En als iemand komt, die ziet dat niet eens, want die weet niet dat het in een kastje staat. Nou, mijn man is daar een hekel aan, die zegt, ik vind dat maar gedoe, dat ding. Hij kan dat wel. Voor hem werkt dat wel. En zo werkt dat. Ja, leuk. Dan gaan we bijna afsluiten, maar niet voordat we dat stappenplan af gaan maken. Ja. Want we hebben 1, minimaliseren. 2, systeem creëren. Nou, ik ben er nog niet helemaal achter hoe dat moet. Maar dan moeten we je hoe heet dat ook alweer? Maar het is ook heel veel om dat allemaal te vertellen in een korte podcast. Hè? Ja. Dit is 8 jaar lang struggle die ik allemaal heb samengevoegd tot een training. Ja, maar in je Less is More podcast op Spotify moeten we dan maar gaan uitzoeken hoe dat moet op een traject bij jou boeken. Dus 1, opruimen, weggooien, minimaliseren. 2, Niet meer opruimen, echt alleen minimaliseren. Oh ja, sorry. 1, weggooien, minimaliseren. 2, systeem creëren, waaronder alles op een vaste, logische, economische plek. Ja. Dat is 1 ding daarvan. Ja. 2, alle emotionele waarden bij jezelf gaan checken. Ja. Wat is dan 3?
Ja, drie is ook ruimtebesparend inrichten. En ook inrichten volgens een bepaalde methode, maar ook dat is in elke ruimte weer anders. Zodat je het niet meer op hoeft te ruimen. Want je kan wel kleding heel netjes op stapels leggen. Maar als je net zo groot bent als ik, dan trek je halverwege de derde of vierde t-shirt eruit. En dan valt heel die stapel om. En dan kan je na een week het weer opnieuw doen. Dus dat moet je per ruimte, per kast en ook per persoon is dat anders wat je daarvoor nodig hebt. Om te zorgen dat het opgeruimd blijft. Want anders ben je misschien van een uur opruimen naar 10 minuten gegaan. Maar dan ben je nog steeds 10 minuten bezig. Dus als je dat terug kan brengen naar 2 minuten of helemaal niks, dan werkt dat. Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ik moet die was blijven doen. Ja, dat blijft eeuwig. De was en de afwas, ja. Schoonmaken, helaas. Ja. Maar het gaat wel veel sneller. Ja. Oké, dus 1, weggooien. 2, systeem creëren. 3, slim, wat, hoe zei je dat? Ja, ruimtebesparend opruimen. Ruimtebesparend opruimen. Ja. Zeg maar wat ik bij jou in de kledingkast liet zien, hè, dat je nog niet eens zonder weg hoeft te doen. Anders je kasten indeelt, waardoor je van 2 lades 1 kan maken, waardoor je weer meer ruimte hebt. Dat je kijkt waar loze ruimte zit in de kasten. Want er zit heel veel loze ruimte in de meeste kasten. Ja. Dus als je daar slim een plank tussen zet. Of net even wat anders verschuift. Heb je veel meer ruimte in de ruimte die je nu al hebt. Ja. Ja. Ik vergeet het gewoon. Slimmere. Ja, ruimtebesparende technieken noem ik dat. Ja. Oké, 4. 4, zeg maar, de routines houden zoals de tovertastechniek en de toverkrat. Zodat je die kleine tweaks blijft houden om heel snel tijd te besparen. En doordat je dit allemaal gaat doen, verandert je mindset. En heb je ook niet meer zo het gevoel van, ik wil alles binnenhalen. Ja. Of ik neem alles maar aan en ik hou het vast, ik laat het niet meer los. Ja, maar dat ego, dat is zo angstig. Dat heeft zo'n extreem schaarste. Het ego, kijk, het hart denkt vanuit overvloed. Die weet, er is alles, ik ben alles, ik heb genoeg, ik ben genoeg, er is genoeg. Ja. Maar dat ego, dat denkt zo ongelooflijk angstig in tekorten. Dat is zo ongelooflijk bang voor de toekomst. Ja, dat is gewoon aan het hamsteren, vasthouden, opslaan. Ja, klopt. Dus, maar wat als ik tijd heb en het dit wel wil gaan doen? Wat als ik hier ooit dit toch nog nodig heb. Maar ik laat mensen ook heel erg terugrekenen. Bijvoorbeeld shampoo. Hoe lang doe je met zo'n fles shampoo? Vaak denken ze, ja, het is zo'n klein flesje, valt wel mee. Maar als je het echt gaat uitrekenen, is het vaak een maand of 2 maanden. Als het 2 maanden is en je hebt er al 6 op voorraad staan, nou ja, hoef je het aankomende jaar niks meer nieuws te kopen. Maar dat doen mensen dus wel, omdat ze denken dat ze maar heel kort ermee doen. Je bent niet bewust van hoe lang je met bepaalde producten doet. En net als met wat jij zegt, met boodschappen. Ik weet exact wat ik voor een week moet kopen, omdat ik weet hoe lang ik met iets doe. Maar in spullen in huis, denken we daar niet over na? Nee. Oh, er schiet mij iets binnen. En het ontschiet me ook direct weer. Jammer. Misschien komt het zo nog. Ja, het komt misschien zo nog. En dan krijg je dus de tijd om echt te doen wat je wil doen. En dan krijg je dus echt de tijd van, ja, maar waar wil ik mijn tijd aan besteden? Dus net als met al die verjaardagen. En wat wil ik doen? En dan krijg je ook tijd om anderen weer te helpen en te inspireren en om die ook hun leven terug te krijgen. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Omdat tijd het kostbaarste is wat je in je leven hebt. En dat is ook leuk. Want nu kan ik gewoon op een middag lekker naar jou toe komen rijden. Om dit soort dingen te doen. Om nog meer mensen te bereiken. En ook om jouw verhaal te horen. Van ja, maar waarom ben jij zo begonnen? En hoe werkt dat dan? En dan, dat haalt veel meer uit je leven dan alleen maar je bezighouden met niks. 10 keer per dag de wc poetsen. Ja. Ja, en dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. Die zul je ongetwijfeld vaker hebben gehoord. Uiteindelijk is moeite doen wel een leven, geeft wel een leven wat de moeite waard is. Ja, zeker. Ja, want het is niet dat je 2 keer met je handen klikt en al je spullen verdwijnen ineens en je bent gewoon klaar. Nee, zo werkt het gewoon niet. Nee. Je moet er wel doorheen gaan en mensen vergeten dat ze dit in 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar hebben verzameld. En nu is het wel tijd om te veranderen. En als je dat niet wilt doen, is het ook goed. Maar dan wees comfortabel in de oncomfortabelheid waar je nu in zit. Ja. Of maak een keuze dat je er echt iets aan gaat doen. Ja ook zo herkenbaar. Sommige mensen die willen dan, hè, want ik bied dan 6 maanden traject aan. En dan, dan denken ze, ja, maar gewoon 1 keer bellen. Dan kunnen we dit toch wel even oplossen. Ja, was dat maar zo. Ik zeg het nu lachend en tegelijkertijd met alle respect, maar nee, die wortels die zitten vaak heel diep onder de tegels door. Om maar even in jouw voorbeeld te blijven.
En daar moeten we soms even flink aan trekken om dat echt goed schoon te krijgen. Om echt het onder die tegels echt mooi te krijgen. Ja, want het is ook elke keer weer net een ander stukje. Waar, kijk, in mijn vak zeg maar met spullen, waar de ene geen enkele moeite met fase heeft. Kiezen wat je echt belangrijk vindt en wat je gebruikt. Een vaas waar bloemen in staan. De ene kan dat heel goed en de ander heeft er heel veel moeite mee. En de ander heeft heel veel moeite met keukenapparatuur en de andere totaal niet. Dus, en de ene heeft moeite met 1 categorie en de ander heeft moeite met 20 categorieën. Dus je kan niet zeggen, oké, one size fits all of dit is de tip of net wat jij zegt, 1 keer bellen en het is genoeg. Nee, want je komt steeds weer nieuwe stukjes tegen. En daar moet je dan zeg maar overal die wortels van uittrekken. Het is gewoon een veld met onkruid. En dan in de zin van wat je niet dient. Want onkruid is heel goed zeg maar, voor de natuur. Maar de dingen die je niet dient, die moet je eruit trekken. En dat gaat niet zomaar binnen 1 dag. Ja. Mooi. Mooi. Dankjewel. Okay. Graag gedaan. Nou, dankjewel dat ik in jouw podcast mocht vertellen hierover. Ja, heel waardevol denk ik. Helemaal als je eventjes met je huis in je achterhoofd naar Eckhart Tolle gaat luisteren, dan snap je ook, denk ik, wat hij bedoelt met gehechtheden, met vorm. Precies. Hoe dat je naar de toekomst en het verleden trekt, maar uit dat nu haalt. Terwijl nu is je enige moment. Het is het altijd enige wat je hebt. Ja. En ook in het nu is waar de magic happens. Ja. En, want uiteindelijk, wat neem je mee? Ja, inzet je kleding. Hè? Dat is het vaak. En dan blijven foto's van je achter en dat is het dan. Dus gebruik de spullen die je om je heen hebt om je leven mooier te maken. Ja, hoeveel is het waard als je een heel schoon opgeruimd huis hebt? Maar je hebt geen energie. Je hebt geen energie, ja, vreselijk. Of wat is het waard als je huis heel mooi schoon en opgeruimd is, maar de wereld is een tyfuszooi? Ja. Want uiteindelijk is dat onze gezamenlijke wereld, ons gezamenlijk huis. En ja, met het eten van dierlijke producten, dat weten heel veel mensen niet. Maar wordt er ongelooflijk veel afval geproduceerd. Oh, okay. En gaat de natuur kapot. Kijk, ik heb jouw boek nog niet gelezen. Nee. Nou, was er nog niet van op dood. Ja, en als daar ook weer bewustzijn op komt, en we gaan dat ook met z'n allen doen, dan wordt het ook nog weer leuker. Krijg je een ripple effect. Maar dat is, weet je, ik heb daar zoveel over gelezen. Want de ene zegt, eieren moet je vooral doen. De ander zegt, eieren moet je niet doen. Hartstikke gevaarlijk. Ik snap het niet meer. Ik weet niet meer waar ik nou heen moet. Nee, snap ik. En dat is zo lastig. Ja, ik werd daar ook zo ongelooflijk scheidziek van. Ja, van hoe kan het gewoon dat er in 1 krant soms op dezelfde pagina tegenstrijdige adviezen worden gegeven? Je wordt daar toch helemaal simpel van. Mm-hmm. En hoe kan het dat mensen, en ze beweren ook allemaal dat ze wetenschappelijk onderbouwd zijn. Hoe kan ik nou bepalen, nou ja, en gelukkig heb ik 2 masters afgerond aan de Erasmus Universiteit. En het allerbelangrijkste wat ik daar eigenlijk heb geleerd, is hoe bepaal je de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden. En dan kom je er gewoon achter dat 98%, en dan ben ik echt loyaal, is eigenlijk al die onderzoeken en de uitkomsten daarvan, die resultaten die daaruit komen, zijn niet geschikt eigenlijk voor jouw eigen leven. Echt? Puur vanuit de bedrijven gezien. Nou, het zijn die resultaten die ze hebben eigenlijk zo weinig bewijskracht dat ze alleen geschikt zijn voor vervolgonderzoek. Dus stel je voor, er komt iets uit, dan zijn die eigenlijk alleen interessant om dat eens verder te gaan onderzoeken van hoe zit dat nou echt. En dan hebben we nog dat wie betaalt bepaalt. Ja. En we hebben tegenwoordig bijna geen onafhankelijk onderzoek meer. Dus wie gewoon het meeste geld heeft. Unilever, Wageningen Universiteit, verschrikkelijk. Dus wie het meeste geld heeft, die heeft gewoon de meeste koopkracht, dus die kan gewoon het meeste bewijs verzamelen. Ja, en een deel weglaten ook. Ja, heel goed. Nou, en als je daar allemaal doorheen filtert en je combineert dat met logisch verstand, eenheidsbewustzijn en in mijn geval topsportprincipes, dan kom je bij de win-win methode in mijn ogen. En dat is, en ik hoor dus, ik moest zo vaak lachen tijdens de podcast, want dan denk ik, dat is zo herkenbaar. Als je echt shit bij de kern aanpakt met opruimen, met eten, dan lijkt het ineens ook heel simpel en dan is het ook heel makkelijk vol te houden. Veel makkelijker. Want je net als dat je Sinterklaas weet dat niet bestaat, dan kan je die niet meer vergeten. Als je zwemles hebt gehad, kan je die niet meer zwemmen, weet je? Je moet die shift kunnen maken, maar daar moet je wel bij kunnen komen. En net als neuromarketing wordt zoveel toegepast. En ik heb nu voor Valentijn op erop gezet van I can't wait to get nothing for Valentine. Ja, hou op, zeg, het hoeft voor mij niet. Als het zo is, dan is het leuk. Maar vaak wordt het in die hoek gedouwd.
waarom, weet je wel? Als mensen parfum krijgen en dingen die ze het leuk vinden en nodig hebben, helemaal goed, hè? Het maakt me niet uit, of een auto, het maakt me niet uit. Maar heel veel wordt daarop afgeschoven van het moet en ik moet spullen en ik moet dingen. En dat is eigenlijk betekenisloos. Dus waarom zou je dat dan doen? Maar het wordt wel verwacht dat je dat allemaal doet, weet je? Ja. Zoveel. Ja, omdat heel veel mensen hun eigen waarde koppelen aan de goedkeuring. He, ze proberen te voldoen aan. Dus ze proberen te voldoen aan de regels die ze om zich heen hebben. Maar als je anders bent dan anderen en vanuit vroeger, dan ben je eigenlijk, kan je buiten de groep vallen. Dan overleef je het niet. Het is ook logisch dat gedrag. Dat is het oerbrein. Ja, ja. Het is ook logisch. Dat gedrag is heel makkelijk te verklaren. En je wil, sommige mensen willen geen commentaar hebben. Toen wij naar Tiny House gingen, wij wisten dat we een bak shit over ons heen zouden krijgen. En dat gebeurde ook. Maar ook voor mensen waarvan wij het niet verwachten. Dit kan echt gewoon niet. En wat doe je die kinderen aan? Dat we echt dachten, wow, dit is echt wel pijnlijk dat dit gezegd wordt. Want je weet gewoon totaal niet waarom wij dit doen. En uiteindelijk toen we het echt hadden volgehouden, toen zagen ze en zeiden ze, oh, is dit het? Oh, dat valt wel mee. Toen we wereldreis gingen, zeiden ze, naar welke jungle neem je die kinderen mee? Onverantwoord. Ze wisten niet eens hoe Bangkok eruit zag, weet je. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Ja. Ja, en absoluut. Dat willen veel mensen niet. Nee, absoluut. Mensen willen geen gedoe. Maar ja, daardoor krijgen ze heel veel gedoe. Hmm. Dus je moet bereid zijn om die korte termijn pijn te verdragen voor lange termijn plezier. En, maar dan moet je inderdaad wel echt bij die wortels van wie ben ik echt en wat ben ik echt. En ga ik voor voldoening, zoals ik jou al heel vaak heel mooi heb gezegd. Of probeer ik constant te voldoen aan de verwachtingen van de ander. Maar wanneer kom je bij die vraag, wanneer kan je erover nadenken? Als je rust hebt. En dan zit je niet als je in een chaotisch huis bent. Wauw. We hebben hem rond. Dankjewel, Suzanne. We kunnen jou vinden bij de Less is More podcast. Hoe heet je? Less is Much More, Oh, Less is Much More podcast op Spotify. Mm-hmm. Wat is je website? www.noworrieslifechanging.nl. En op Instagram vind je me ook op No Worries Life Changing. Dus zonder zorgen je leven veranderen. No Worries Life Changing. Ja. Oké. Voor jou heel erg dankjewel voor het luisteren. Je hebt zelfs misschien wel gekeken. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Echt ontzettend gaaf als je dat gaat doen. En ook alvast een heel groot dankjewel. En dan tot de volgende keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl/boeken.